verenigingen. Het initiatief van deze avond komt van Portaal en de Alliantie, die de Raad vanavond graag mee willen nemen in de wereld van de sociale huisvesting. Als eerste krijgt u zo meteen een presentatie van de huurdersbelangenverenigingen. Daarna volgt een presentatie van de woningcorporaties. Tussendoor krijgt u gelegenheid tot stellen van vragen. Ik wil wel voorstellen dat u dit beperkt tot de meest prangende vragen. En dat u dan na afloop van de presentaties de andere vragen stelt, zodat we nog even met elkaar in gesprek kunnen gaan. En ik wil dan graag het woord geven aan iemand van de huurdersbelangenvereniging. En dan hoor ik ook graag wanneer wij de presentatie moeten instarten. Nou, u mag er voor mij betreft gelijk inzetten, de presentatie. Ik neem het eerste woord namens de huurdersbelang. Ik wil ons even voorstellen. Ik ben Wil van Dasselen, voorzitter van de HBVA voor de Alliantie Regio Amersfoort. Leendert de Bruin, voorzitter van de VHOS voor Portaal in Soest. En Puk de Vos is de secretaris van de VHOS, ook van Portaal in Soest. Volgende sheet. Oké. Sheet 2 is... Kan ik verder gaan? Mag ik even interromperen? Er heeft iemand nog een microfoon aanstaan. Ik weet niet of... Wij horen dus Dat was ik, sorry. Oké. Gaat u verder, dank u. Ja? Nou, bij sheet 2. Soest heeft twee huurdersorganisaties. En dat zijn de HBVA voor de Alliantie en de VHOS voor Soest. Wij vertegenwoordigen ruim 4000 huurwoningen samen in Soest. En... ook komen wij op voor alle woningzoekenden in gemeente Soest. Want ook dat zijn natuurlijk de toekomstige huurders. Dus ook daar hebben wij belangen bij. En alle huurdersorganisaties zijn onafhankelijk van corporatie of gemeente. Wij doen wel gezamenlijk met de corporatie en de gemeente tripartiet de prestatieafspraken. Daar zijn wij een volwaardige partner bij. Sheet 3. Als huurdersorganisaties in Soest hebben wij de volgende aandachtspunten. En dat is de betaalbaarheid, beschikbaarheid, maar ook daardoor de doorstroming van de bestaande voorraad, om die beter te benutten. De duurzaamheid, wonen en zorg en de leefbaarheid. Sheet 4. Betaalbaarheid en beschikbaarheid. De betaalbaarheid van de woningen van de corporaties staan voor ons met stip op 1. Wij gaan voor betaalbare, kwaliteitvolle woningen, sociale huurwoningen, maar ook voor het middensegment. Wij hopen dat het middensegment een oplossing gaat bieden en dat de doorstroming van de sociale huurwoning naar de middensegment op gang kan komen. Door corona komen wel steeds meer huurders in de financiële problemen te zitten. Wij vinden het dus noodzakelijk dat er sneller, in dit geval, huurwoningen toe te voegen in nieuwbouw- en transformatieprojecten. De uitdaging hierbij is dat de gemeente en corporaties locaties voor woningbouw, om die dus zo snel mogelijk te kunnen realiseren voor het bouwen van woningen. Ik geef nu het woord aan Leendert. Sheet 5. Leendert? Met me staan nu. Oké. Ja? Nu wel. Oké, nou, het is nu een andere stem geworden. Ik neem over, we willen het graag met z'n drieën doen. Dus we wisselen af en toe even van sheet.
En ik zou deze dan doen, en dat is de duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat huurders een goed geïsoleerde woning hebben. Waarom staat dat er? Het is belangrijk dat we dingen gaan toepassen waarvan we weten wat in ieder geval goed is en wat goed werkt. Laten we niet te veel allerlei nieuwe dingen, geld in nieuwe dingen steken waarvan we misschien later over een paar jaar spijt hebben. En een goed geïsoleerde woning, dat hebben we aardig onder controle. Dus laten we daar in ieder geval mee beginnen, dat dat goed voor elkaar komt. Maar dat moet wel voor een betaalbare huurprijs allemaal gebeuren. Wij vinden dat de ingrepen, de woonlasten neutraal moeten blijven. En dat betekent dus dat als er ingrepen zijn, dat die betaald worden door de huurder, maar zodanig terug kunnen verdiend worden met hun energielasten, dat ze woonlasten neutraal kunnen wonen. Maar er zit wel een ander ding nog bij. Het kan ook gebeuren dat de corporatie op een gegeven moment geld tekort komt, en dat gaat gebeuren, om de energiemaatregelen uit te voeren. Die wil daarvoor een huurverhoging hebben. Dus dan gaat via de achterdeur gaat de huurder toch nog opdraaien voor de energetische maatregelen. En daar willen we ook wel eigenlijk heel, heel voorzichtig mee zijn. Dus alomvattend, de kosten van de verduurzaming mogen niet, zowel bij de voordeur als bij de achterdeur, niet bij het bordje van de huurder terechtkomen. Sheet 6 graag. Sheet 6 graag. Kunt u even aangeven welke dat is? Want ik zie wonen en zorg. Wonen en zorg. Ja? Ja, hij staat er. Klopt. Wij zetten ons graag in om iedereen in Soest een passende woning te kunnen bieden. In leefbare gemengde wijken. Daar hebben we een paar dingen voor nodig. Voldoende en divers aanbod van woningen. En voldoende en passende zorg en begeleiding. Waarbij wij vinden dat de regie voor zorg en begeleiding bij de gemeente moet liggen. En de corporaties ook hun verantwoordelijkheid wel hierin hebben. Maar de regie echt voor de zorg en de begeleiding bij de gemeente. Dat is voor ons wel een belangrijk punt. Verder willen we zorgen dat de mensen, als ik het zo mag zeggen, met een rugzakje, dat die verdeeld worden over de hele gemeente. Dat ze dus niet in de huur, alleen in de sociale huurwijken terechtkomen, want dan hebben we nog geen goede spreiding. En krijg je nog een concentratie van probleemgevallen in bepaalde wijken. Dus we zouden graag zien dat het over de hele gemeente gespreid zou kunnen worden. Dan gaan we naar sheet 7. En dat is leefbaarheid en die gaat Puk doen. Ik geef graag het woord aan de heer Vos. Maar dan moet het geluid even aanzetten. Wij horen meneer Vos nog steeds niet. Ik weet niet of u het misschien over kunt nemen, meneer De Bruin. Ja, als dat niet lukt, dan staan we te lang stil. Dat is ook de bedoeling natuurlijk niet. Nee, graag. Het kopje is leefbaarheid. We steunen plannen voor schone en veilige wijken, waarin iedereen in harmonie met elkaar kan wonen. Dat is dus wel heel belangrijk voor de gevoelens in de wijk. We ondersteunen alle denkbare bewonersactiviteiten of plannen, van de gemeente ook, en de corporaties, waar we voor veilige en schone wijken kunnen creëren. Ook vechten wij tegen het misverstand dat huurders in een sociale huurwoning kokkies zouden zijn. Uiteindelijk zijn veel politiemensen, verpleegkundigen of andere burgers met een goede reputatie ook gemeentehuurders van een sociale woning. Dus dat wil ik wel even uit de weg werken. Dat is nummer 7. Dan gaan we nummer 8, doorstroming. Met meer doorstroming benutten we de voorraad sociale huurwoning beter. We ondersteunen alle maatregelen gericht op doorstroming op basis van vrijwilligheid. De corporaties moeten de huurders verleiden om door te stromen. Geen dwang. Er moeten we oppassen dat dus de huurder wel het vrijwillig blijft doen. Er moet geen dwang achter komen te zitten. En dat zou iets naars zijn, want u snapt ook wel als iemand dus 40 jaar prettig in een huis gezeten heeft. En hij wil er blijven zitten, hij is nog erg gezond en alles. Dat hij er niet zomaar uit wil en ook niet graag gedwongen worden. Maar we kunnen wel verleiden door een andere woning aan te bieden, waar hij misschien zich beter thuis zal voelen en waar de kosten misschien lager zijn.
Dus, en daarvoor willen we graag de wooncoach inzetten, dat die de mogelijkheid krijgt om dit soort stromen op gang te brengen. Dat we treintjes krijgen, dat er huizen vrijkomen en zo de doorstroming beter gaat lopen. Nou zie ik alleen een andere sheet in één keer komen. Want we gaan dan naar sheet 9 en die gaat Wil weer doen. Schrijf ik het woord weer aan? Dat is de mijne. Ik vergis me. Sorry, ik ben uit de koers geraakt doordat ik die andere heb gedaan. Ik zou 9 ook doen. Dat is tot slot minder praten en meer doen. Wat wij vragen om meer locaties. Er zijn gewoon te weinig locaties om te bouwen. De procedures moeten sneller afgehandeld worden. Dat is voornamelijk bij de gemeente. Ik snap dat alles heel goed gebeuren moet. Maar we moeten toch, als we alles wat sneller willen doen, toch ook zorgen dat die procedures wat efficiënter gaan lopen en wat makkelijker gaan lopen. Meer gemeentelijke capaciteit inzetten, dat we meer armslag krijgen om dingen te regelen. En verlaging van de parkeernorm, want die zit ons ook een beetje dwars. Het is jammer dat in een project soms de parkeernorm de huizen toch zit op te drijven, of dat er minder gebouwd kan worden omdat die parkeernorm daar ligt. Dus ik zou zeggen, laten we daar ook wat aan proberen te doen. En dat doen we allemaal gezamenlijk met als doel alleen maar te bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Hallo, had je het nog een keer gedaan? Comfortabele huurwoningen. Dat was punt 9, dat is het einde van onze presentatie. En ik stel voor om, als er nog vragen zijn, om die te beantwoorden. Dank u. Dan ga ik even inventariseren of er nog vragen zijn. Ja. Mevrouw Scholten, zie ik. Mag ik misschien even van de gelegenheid gebruiken? Ja, mevrouw Lossé. U moet het geluid even aanzetten. Wij horen u niet. Uw geluid staat uit. Als u uw geluid even aanzet, dan kunnen wij het horen. Ja. Ja, ik dacht dat die aan stond. Monique Bouwmans staat nog in de wacht, of u die wil toelaten. Of ze is er nu. Als het goed is ze nu net binnen. Kijk, dank u wel. Sorry. Ja, bedankt. Even kijken. Wij hebben de meerdere vragen. Mevrouw Scholten. Lijstje maken? We kunnen eerst even het lijstje afgaan. Ja, dan komt eerst mevrouw Scholten. Dan, meneer Kramer. Dan de heer Kramer en dan de heer Witloks, de heer Paul en dan Henk van Diemen. Diemers, denk ik. Sorry, Henk Diemers, mijn eigen partijgenoot. Dat was het. Mevrouw Scholten. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw, heren, dank voor uw presentatie. Altijd mooi om ook van deze kant input te krijgen. En dan wil ik refereren aan de inbreng van meneer Leende de Bruin. Die geeft aan, de kosten van de verduurzaming moeten niet bij de huurder neergelegd worden. Dat kan een stelling zijn, maar mijn vraag aan meneer de Bruin is, hoe ziet u dat dan als dat die verduurzaming uiteindelijk leidt tot de reductie van uw woonlasten? Is er dan voor u ook een mogelijkheid om te zeggen, dan mag een stuk van die verduurzaming ook naar ons toe komen? Dank u wel. De tweede vraag is, u zegt er moet geen dwang zijn om te verhuizen. En mijn vraag is, ervaart u dat zo? Want wij weten dat wooncoaches hele goede dingen kunnen doen. Maar inderdaad, dwang moet niet de bedoeling zijn. Ik hoor graag of u daar tegenaan loopt. Dank u wel. Heer de Bruin. Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Scholten, allereerst de kosten. Wat wij graag zouden willen zien is dat als er kosten zijn voor de energiemaatregelen, en die zijn er natuurlijk, dat die zodanig bij de huurder neergelegd wordt dat die kosten kan terugverdienen door zijn energiemaatregelen. En dan heb ik het over normaal gedrag dus. Hè, dat hij dus kijkt hoe die stookt en hoe die zijn nieuwe ketel doet en hoe die het huis lucht, al dat soort dingen. Daar moet hij ook in geholpen worden en dat zullen we ook doen ook, want het is een heel groot verschil of jij dus een huis hebt wat tocht en niet geïsoleerd is. En je krijgt een huis wat helemaal potdicht zit. Dus daar moet wel enigszins voorbereiding voor zijn. Maar het is dus wel de bedoeling dat de woonlasten neutraal blijven. Maar er zit een gevaar achter als de verduurzaming uitgevoerd moet worden door de corporaties en ze komen geld tekort. En dat gaat volgens mij gebeuren, dat is al bijna zo. Dat zij de huren gaan omhoog doen om die kosten te betalen. En dan komt dus
eigenlijk indirect komen die kosten dan toch nog bij die huurder terecht. Want die krijgt die huurverhoging voor ze kiezen. En de huren zijn al ontzettend hoog. Als we kijken dat 25% van de sociale... 25% van de gezinnen in Nederland al betalingsproblemen heeft. En ik weet het, bij de corporaties is nog geen druk op mensen die de huur niet betalen. Maar dat is wel te verklaren, want de huur betalen doe je altijd als eerste. Dat is het eerste wat je gaat doen. En dan ga je kijken wat er overblijft. En dat worden dan de vaste lasten. En dan wat er dan nog overblijft, nou, daar moet dan van gegeten worden. En dat is soms heel erg weinig. Zelfs dat ze bij de voedselbank terechtkomen. Dus dat vind ik dus wel een gevaar. Dat zijn dus de kosten. Heb ik daarmee uw vraag beantwoord? Zeker, dank u wel. Ja, en dan hebben we nog de vraag van de dwang. Wat wij zien bij de corporaties is dat er toch enigszins wordt gekeken om erg sturend hierin op te gaan treden. En daar zijn we een beetje bang voor. En daarom kaarten ik het aan dat het echt niet onder dwang moet gebeuren. Echt uit vrijwilligheid. En die wooncoach kan er verschrikkelijk veel in doen. Dus ik stel ook voor om die wooncoach veel meer tijd en geld en bekendheid te geven om die treintjes op gang te brengen. Dat we dus een doorstroming in die huizen krijgen. Want er zullen best ouderen zijn die graag willen verhuizen. Maar dan willen ze dat vrijwillig doen, want ze willen ook graag niet te zware lasten komen. Dus vaak zitten ze op lage lasten en dan moeten ze naar een flat toe. En dat willen ze wel, maar dan moeten ze veel meer huur betalen. Dus daar moeten we maatregelen voor verzinnen om die mensen daarin te compenseren. Dat ze toch die stap gaan doen. Heb ik het duidelijk verteld zo? Helemaal duidelijk. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan hoor. Daarvoor slotte. Hartelijk dank. Dan geef ik het woord aan de heer Kramer. Dank u wel. Nou, ik wil ook beginnen met een groot compliment aan de huurdersorganisaties. Voor hun pleidooi en wat ze hier te bedden brengen. Vooral de laatste oproep, bouwen, 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 is mij uit het hart gegrepen. En het toont wat mij betreft ook aan, en daarvoor is het compliment wat mij betreft echt bedoeld, dat u het niet alleen voor uzelf aan het opkomen bent, maar ook voor de toekomstige huurders, de nieuwe huurders, de jongeren. En ook degene die misschien graag willen doorstromen. Dus echt een groot compliment daarvoor en dank ook vooral. Mijn vraag, en het sluit een beetje aan bij waar we het net al over hebben gehad. U gaf aan beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid. Is dat ook eigenlijk de volgorde als u het heeft over de prioriteiten die wat u betreft gesteld moeten worden? Hè, is nou beschikbaarheid en betaalbaarheid niet het allerbelangrijkste en de grootste urgentie in wat u betreft de eerste inzet? En komt duurzaamheid daarna? Ik maak hem toch bewust maar even wat scherper en ik ben benieuwd hoe u hem kan beantwoorden. Nou, allereerst heel hartelijk dank voor de complimenten. Ten tweede, wat u naar voren brengt, dat zegt u heel goed en we zijn het volledig mee eens. Maar we willen het nog even scherper stellen. De betaalbaarheid komt bij ons voorop. Dat is punt nummer 1. En wij snappen dat er verduurzaamd moet worden en we snappen ook dat er beschikbaarheid moet zijn. Dus het is bij ons de volgorde, betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming. Dat is de volgorde. Want vooral de betaalbaarheid is echt een grote zorg in Nederland. Hè. We hebben niet voor niks dit jaar al een stop op de huurverhoging gehad. Het is echt voor sommige mensen moeilijk op te brengen. En daar moeten we wel oog voor houden. En ook zeker voor de jongeren. Want heel veel jongeren ook, die kunnen het gewoon niet betalen, zulke prijzen. Dus daar moeten we ook heel erg rekening mee houden. Dus ik snap precies uw begrip. Een duidelijk antwoord, dank u. De heer Witloks is aan de beurt om zijn vragen te stellen. Ja, dank u wel. Ook mijn complimenten voor de inleiders, kort en bondig. En ook wat ons betreft uit het hart gegrepen. En ik heb juist als u praat over meer locaties, betaalbaar woningen en ook die parkeernorm. Er komt straks nog iets aan de orde hoor. Even een heel kort vraagje. Hoeveel leden vertegenwoordigt u in Soest? Dat zou ik graag willen weten. En de volgende vraag is, bent u ook gesprekspartner van de gemeente als het gaat om belangrijke ontwikkelingen, locaties? Ik noem even de Dalwegvisie of de omgevingsvisie. En mijn derde vraag is, wat heeft u, als u gesprekspartner bent, als u bij de gemeente, wat heeft u daarin bereikt of wat heeft u daarin helaas niet kunnen bereiken? Kunt u daar dan ook wat over zeggen? Dank u wel. Ja, meneer Witloks, om met de eerste vraag te beginnen. Wij hebben ongeveer 300 tot 400 leden, dat varieert, het is niet vast te zeggen. Maar wij vertegenwoordigen wel dus alle huurders. En in principe zijn alle huurders dus de mensen waarvoor wij werken.
Alleen wij hebben de leden, dat is een speciale groep die ons goedgezind is. Die betalen een tientje per jaar. En daar werken we ook vrij veel mee samen door middel van bewonerscommissies en dergelijke. Dus, maar het gaat om de hele groep, om de 4000 huurders die we in Soest hebben. Dat is het eerste punt. Is dat goed beantwoord voor u zo? Dan had u het over de locaties en hoe wij daarbij betrokken zijn. Dat vinden wij een moeilijk punt, want wij missen daar vaak de boot op de een of andere manier. En dat zouden we graag verbeterd willen zien, dat wij dus veel eerder betrokken zijn. En het geldt ook volgens mij ook voor de coöperaties van eventuele locaties die er beschikbaar zijn. Je hoort dat vaak achteraf en op de een of andere manier, ja, dat is natuurlijk wel te verklaren in de markt dat de onroerend goedfiguren daar eerder aan bod komen, die weten dat meestal eerder. Maar het zou toch handig zijn als we met z'n allen toch gaan concentreren om te kijken of we die locaties eerder boven water kunnen brengen, dat we daar tijdig plannen op kunnen maken. Maar daar worden wij ook niet heel volledig in betrokken, maar daar kunnen we wel op een gegeven moment naar kijken en streven om dat te verbeteren. Verder voelen wij ons wel een volwaardige gesprekspartner. En ik moet eerlijk zeggen, het is een aantal jaren zo dat we dat zijn. En we doen dat door middel van de prestatieafspraken, waar we heel prettig met de gemeente en met de coöperatie samenwerken. En daar kunnen we echt een groot gedeelte van onze illusies en onze denkbeelden kunnen we daarin kwijt. Dus daar zijn we wel blij mee. Maar wat betreft de locatie zouden we graag dus wat meer vooraan willen staan. Is uw antwoord, is het antwoord daar ook goed op beantwoord zo? Oké, okay, prima. Dank u wel. De duim gaat omhoog. Ja. Naar het volgende. De heer Paul, graag even het geluid op aanzetten. Ja, die wens ga ik me helemaal voorstellen. Dat lijkt me ook wel redelijk gebeuren. Net zoals, ik wil niet achterblijven qua complimenten, het hele verhaal. Een nuchter, redelijk verhaal. Ik blijf even haken bij de laatste woorden over de parkeernorm. Wat ziet u dan als een redelijke parkeernorm, vroeg ik mij af. Dat is dus iets wat we gezamenlijk moeten gaan vaststellen. Maar je ziet dus bij nieuwbouw, en het was recent in Soesterberg kwam dat ook ter sprake, dat een gedeelte van het buitengebeuren opgeofferd moest worden aan nog een parkeerplaats, waar we nog een prachtige woning op hadden kunnen zetten. En dat vind ik dus jammer. En ik denk dat we daarna betere oplossingen moeten zoeken. En dat die parkeernorm wat vrijer gehanteerd kan worden. Dat we dat per project, per project wat kunnen wijzigen en wat mee kunnen spelen. Want daar kunnen we soms meer huizen dan op kwijt. En dat zou toch ook wel prettig zijn. Hartelijk dank. Straks komen wij nog terug op de parkeernormen. Hebben wij nog de heer Diemers? Ja, dank u. Ik heb een vraag aan de Belangenverhuurdersvereniging. Krijgt u wel eens signalen van oudere bewoners die vanuit hun woning graag willen doorstromen naar seniorenwoningen? Echter niet de middelen hebben, zowel financieel als handjes, om hun huidige woning in de oude staat terug te brengen, zoals dat vereist wordt door de woningbouwvereniging, en dus worden gedwongen om in een oude woning te blijven wonen. Meneer Diemers, het komt voor dat bijvoorbeeld iemand 75 jaar voelt zich wat ouder worden, heeft een groot huis, een grote eensgezinswoning waar hij nog in zit samen met zijn vrouw. Zijn vrouw is bijvoorbeeld ziek, hij moet alles alleen doen. Heeft een mooie tuin, kan niet afzien dat daar het gras te hoog staat en zo. Dus dat wordt geen hobby meer, maar een plicht. En die gaat er tegenop zien. En dan komt het wel eens bijvoorbeeld voor dat zo'n iemand ons benadert en die wil dan graag een voorcalculatie hebben van wat moet hij nou allemaal wijzigen. Want hij wil dat niet dus bij zijn kinderen in de schoenen schuiven. En ik stel dus voor om bij de coöperaties dat veel meer te gaan doen als ouderen die plannen hebben en geven aan van kom nou eens een keer langs en zeg eens bijvoorbeeld mag dat woonhuisje, dat tuinhuisje blijven staan of moet dat weg? Ja, moet ik mijn schermen weghalen, dat soort dingen. Dan kan hij dat zelf al gaan doen en dan hoeft hij daar niet zijn kinderen mee te belasten. En dat komt dus wel voor. Dus dat zou een hele goede maatregel zijn als we dat soepel en mee om zouden springen om een voor inzage te gaan geven als iemand verhuizen wil. Verder, ik heb bij Portaal een keer bij de receptie gezeten en toen kwam er een ouder iemand binnen en die wilde heel graag naar een flat toe.
die kon zijn huis ook niet meer doen. En die wilde dolgraag naar de flat. Maar die had alleen een flat aangeboden gekregen. Die nou bijna twee keer zo duur was als dat hij nu betaalde. En dat kon hij niet. Dus daar moet dan ook een regeling voor komen. Dat we daar op een gegeven moment iemand in tegemoet kunnen komen. Dat hij toch die stap kan gaan maken. Want A, er komt een huis vrij. Dat brengt geld op. En dat brengt ook weer woonruimte op. Dus we moeten daar wel zelf ook een veer in kunnen laten. Om die mensen dat te gaan promoten. Te gaan verleiden om dat te doen. En erbij te helpen. We zouden ook kunnen denken dat we via de wooncoach een bepaald aantal mensen, vrijwilligers, bijvoorbeeld die mensen gaat helpen verhuizen. Want daar wordt ook ontzettend tegenop gezien. Dat zijn allemaal maatregelen die we kunnen gaan nemen om het te bevorderen. Heb ik zo uw vraag goed beantwoord? Ik vind het een heel helder antwoord. En ik hoop dat u daar echt stappen in kan maken. En ik vind het echt super wat u weet te vertellen. Oké, heel hartelijk dank. En ik reken op uw hulp als we nodig hebben. Ja, dank u wel. Ja, oké. Ik kijk nog even rond of er nog iemand nog ergens een aanvullende vraag heeft voordat wij doorgaan. Ik zie mevrouw Dassler. Mevrouw Van Dassler, excuus. U moet het geluid eventjes aanzetten. Dan kunnen wij u ook horen. Het geluid ergens onderin. Er zit een knopje. Ja, u kunt. Ik had mijn hand niet opgestoken. Ik weet niet hoe dat komt. Nee, ik had alleen een aanvulling bij Leendert. Toch dan maar even van dat voor al die dingen over de doorstroming en over helpen. Daar hebben we uiteindelijk de wooncoach voor. En wij zouden graag willen dat die wooncoach door de gemeente Soest erkend werd. Want dan kunnen we er ook wat meer mee. Dat lijkt me ook heel duidelijk. Mag ik u hartelijk danken voor uw presentatie en alle goede antwoorden op de mooie vragen die gesteld zijn. En ik denk dat wij dan doorgaan met de tweede presentatie voor vanavond. En dan wil ik graag het woord geven aan mevrouw Lossé van de Alliantie. Ja, goedenavond allemaal. Ik ben Lisbeth Lossé, ik ben manager wonen bij de Alliantie. En we starten zo meteen de presentatie en dan staan de namen van degene die met mij de presentatie of de beantwoording verzorgen. Dus misschien kan de presentatie gestart worden. U wordt op uw wenken bediend. Nou, kijk, geweldig. Mag ik de volgende pagina? Vanavond is hier ook naast mezelf Monique Bouwmans. Zij is van de samenwerkende corporaties de coördinator voor de woonruimteverdeling. Daarnaast is Beatrice Kortman, manager wonen bij Portaal. Annelinda van Dijk. Zij is manager vastgoed bij de Alliantie en Julia Lunter van Portaal is aanwezig. Monique en Julia die zullen vooral in de beantwoording een rol vervullen, daar waar het gewenst. En ik zal meer eigenlijk het u er doorheen leiden regelen, zodat alle vragen beantwoord kunnen worden en het duidelijk is wat we, u duidelijk wordt wat we te vertellen hebben. En Beatrice en Annelinda nemen het grootste deel van de presentatie voor ze, of voor hun rekening. Misschien mag ik de volgende sheet. Beatrice, wil jij starten met deze eerste sheet? Yes. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Beatrice Kortman. Dat zei Lisbeth zojuist al. In de eerste plaats dank dat ze ons aanbod om een presentatie te houden en wat te vertellen over corporaties is geaccepteerd door u. Het gaat over wonen en het gaat weer over wonen, want gisteravond ging het natuurlijk ook al over wonen en dan wel over Soesterberg. Het ging net bij de huurdersbelangenvereniging ook over bouwen, maar bewust kiezen we ervoor om wat breder de presentatie trekken en niet uitsluitend op bouwen en op het toevoegen van vastgoed ons te richten.
Dus het begint met het bredere gedeelte, waar is de corporatie van. En dan gaan we in op vastgoed. En ik kan me voorstellen dat ook gisteravond tot wat vragen heeft geleid. Daar is alle ruimte voor. Daar zijn we allemaal bij. En met alle plezier zullen we vragen beantwoorden. Maar ik wil eerst het wat breder trekken. Want de corporatie is meer dan alleen maar bouwen. Hoe graag we het ook doen. Wonen is een primaire levensbehoefte, dat weten we. Maar wonen bestaat uit meer dan alleen een huis. Wonen gaat over gelijkheid eigenlijk. En over, het is een beetje een verheffingsideaal, maar het bieden van een woonruimte voor iedereen die het nodig heeft en die het zelf niet in kan voorzien. Nou is de gemeente Soest een vrije geliefde gemeente. Dus op het moment dat je minder verdient dan in dit geval bij corporaties ligt de grens op 40.000 euro, kun je niet een woning kopen. Dus ben je aangewezen op de sociale huursector. Mensen met een bescheiden inkomen die wij huisvesten, dat zijn mensen met een huishoudinkomen van onder de 40.000 euro op jaarbasis, bruto, voor de mensen die daaraan twijfelen. Het gaat om huishoudinkomen. Het gaat over een inkomen voor alle leden in je eigen huishouden. Is dat minder dan 40.000 euro, dan kom je in aanmerking voor een sociale huurwoning. Het bieden van huisvesting is iets wat de corporatie doet, maar dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met de huurdersorganisaties, dat werd net al genoemd. We maken prestatieafspraken en die maken we ook met de gemeente. Dus met elkaar, met z'n drieën, maken we prestatieafspraken. In het geval van Soest hebben we die tweejaarlijks vastgelegd. En die zijn getekend afgelopen december en zullen over anderhalf jaar weer herzien worden. Prestatieafspraak klinkt altijd een beetje streng, maar in principe we hebben veel hetzelfde belang, gedeeld belang. Bouwen, zoals ik zei, komen we zo meteen op. Eerst gaat de wat meer volksvestelijke delen, zal ik heel kort aanstippen. Nogmaals, presentatie is een gespreksleidraad. Ik stip veel aan, ga nergens heel diep op in. Ik denk dat de vragen zichzelf zo meteen vanzelf vragen komen, maar dan weet ik ook beter waar de informatiebehoefte ligt. Die prestatieafspraken die bevatten een aantal onderwerpen. Bouwen, wat ik net al noemde, maar ook wonen met zorg. Wonen met zorg, dat is een breed begrip. De huurders noemden het net al. Er zijn veel mensen met een zogeheten rugzakje. We zien dat onze huurders steeds kwetsbaarder worden. Dat er sprake is van schuldenproblematiek of van uitstroom uit instellingen. Mensen die niet helemaal mee kunnen komen wellicht in de maatschappij. Mensen die uitstromen uit zorg. Mensen die niet meer goed kunnen wonen in de woning waar ze ooit zijn komen wonen. Die mensen die willen we helpen. En de gemeente wil het ook. En de huurdersorganisaties uiteraard ook. We hebben met de gemeente afspraken gemaakt op deze thema's. Dus ik heb een greep gedaan uit de thema's waarover we afspraken maken. We hebben afspraken gemaakt over de openbare ruimte in het kader van leefbaarheid. Maar we investeren ook in de openbare ruimte op zekere hoogte. Een corporatie heeft iets meer dan 130 euro per woning beschikbaar per jaar om bewonersinitiatieven te stimuleren, maar ook om te zorgen voor een schone, een hele en een veilige woonomgeving. Dat valt allemaal onder het kopje leefbaarheid. We investeren in kwaliteit en duurzaamheid. Het werd net al bij de huurders genoemd. Ik ga zo meteen iets dieper op in. Maar we hebben natuurlijk met elkaar, met de gemeente en met het hele land een duurzaamheidsambitie. Namelijk CO2 neutraal in 2050. En in stapjes gaan we daar naartoe. Door te investeren in onze woningen. Het gaat over doorstroming en woningtoewijzing. De afspraken die we met elkaar maken. Net werd al genoemd de wooncoach. Dat is in het geval van Soest, een mevrouw die helpt mensen helpt met het zoeken naar een nieuwe woning. Die beter past bij de levensfase waarin ze zich bevinden. Bijvoorbeeld een ouder iemand die liever een wat kleinere woning of een gelijkvloerse woning heeft. Inderdaad, het is vrijwillig, een doorstroming. We zullen nooit iemand dwingen het huis te verlaten. Dat mag ook niet, dat kan niet en dat willen we niet. Maar het gaat om verleiden. We maken ook afspraken met elkaar over woningtoewijzing. En daar gaat in maart, doe ik uit mijn hoofd, is de huisvestingsverordening vastgesteld. Dat gaat over het oude lotingsprincipe wat in Soest was. En wat nu nog steeds loting is, maar een deel via wachtlijsten. Net als de rest van de regio eigenlijk, de woningtoewijzing. Dit zijn heel kort, ik heb heel veel verteld, heel kort in heel korte tijd. Ik kan me voorstellen dat er wat vragen over zijn, maar eerst wil ik het verduidelijken aan de hand van een voorbeeld op de volgende sheet. Dit is dus de lijn die wij volgen met prestatieafspraken. Volkshuisvesting gaat, dit zijn heel veel
afspraken die we hebben geformuleerd met elkaar. En waar het eigenlijk om gaat is, hoe werk je met elkaar samen? Dat spreek ik met de huurders en met de gemeente en met de coöperatie samen af. En ik vertel het aan de hand van voorbeeld in Smitsveen. U wel bekend, een grote wijk in Soest met 1000 woningen, 1000 flatwoningen van Portaal. En nog een heel beperkt aandeel koop- en particuliere huur. In het geval van Portaal moeten aan ruim 600 woningen onderhoud worden gepleegd aan de standleiding en aan de cv-ketels. En dat is een mooie aanleiding om bij mensen achter de voordeur te komen. We komen binnen bij mensen om hun woning te onderhouden. We hebben de samenwerking gezocht met de gemeente en met de welzijnsorganisaties om dit gegeven dat we achter de voordeur komen als een kans te zien. En te kijken wat er op de verschillende levensvlakken van mensen speelt. Dus of er bijvoorbeeld problemen zijn op het gebied van zorg, welzijn, eenzaamheid, schulden. Het hele spectrum. En we verwijzen mensen door waar mogelijk naar zowel gemeente als welzijnspartners. Dus in dit voorbeeld, en daarom draag ik het aan, komt het hele gegeven van een woningcorporatie samen. Er zit zorg in, er zit leefbaarheid in. Wat gebeurt er in de omgeving? Wat is schoon, heel en veilig? Er zit doorverwijzing, doorstroming eventueel in. Woont iedereen nog wel op de juiste plek? Maar er zit een vastgoedcomponent in. Dit komt allemaal mooi samen in het voorbeeld. Vandaar dat ik het opnam. Is het volgende stukje gaat over vastgoed. Maar ik kan me voorstellen tot nu toe dat er vragen zijn. Dat dit een mooie knip is. Denk ik zo. Dus misschien, voorzitter, is dat nu de ruimte. Ja. En dan kan de presentatie wat mij betreft even weg om de mensen te zien. Ja, zeker. Als we de presentatie even, dan kan ik ook op het scherm hier kijken. Ik zie alleen de heer Kramer. Dan geef ik graag het woord aan de heer Kramer. Nou, ik ben wel benieuwd. We hebben natuurlijk nu een coronaperiode. Nou, zitten we nog in of zijn we achter de rug. Daardoor kom je, denk ik, veel minder achter die voordeur dan je zou wensen. En jullie zijn een van de weinige partijen, partners, denk ik, van ons die achter die voordeur kunnen komen. Of die ingang hebben, omdat ze nou eenmaal de huurder van jullie zijn. Kan je kort misschien een beeld schetsen hoe zorgelijk dat feit is? Of dat jullie al signalen hebben ontvangen van, nou, we zijn zo lang ergens niet binnen geweest. Of we hebben echt signalen gemist. Zien jullie dat nu al omhoog komen? Of blijft dat toch een beetje een black box? Zal ik hem meteen beantwoorden, voorzitter? Ja. Ik spreek niet aanvullen, Beatrice. Top. Het stukje van Portaal kan ik vertellen. Wij komen het meest achter de voordeur bij projecten. Dan kom je echt achter de voordeur. Voor de voordeur komen we vaak, lopen we rond in de wijk. Dat hebben we ook gedurende de coronaperiode gedaan. Maar zeker in de eerste golf iets minder intensief. Omdat natuurlijk iedereen bleef binnen. Dat was bij ons ook de leidraad om wat minder met mensen direct in gesprek te gaan. Nu zie ik niet dat we heel direct een signaal hebben gemist. Wat we wel merken, en dat is denk ik een ander antwoord, of eigenlijk een antwoord op een andere vraag. Wat we wel merken is dat we meer meldingen krijgen van overlast. Het gaat veel over geluidsoverlast, burenoverlast. We merken dat mensen zogeheten kortere lontjes hebben. Dus ook richting ons wat zich wat anders opstellen. Ook tegen elkaar zich wat anders opstellen. En in deel 2, het is ook een ongestelde vraag, maar ik denk dat dat een deel 2 vraag zou kunnen zijn, is hoe zit het met betalingsproblematiek in corona? Of is dat niet een vervolgvraag? Dan ben ik aan het invullen. Meneer Kramer. Wat voor problematiek? De thuisproblematiek? Betalingsproblematiek, excuus. Ik was aan het invullen in het kader van corona. Nou, daar mag u ook wel wat over vertellen. Ik denk dat ik ook daar wel wat over... Maar ja, het is denk ik wel goed als u daar ook iets over vertelt. Ja, doe gewoon, ja. Sorry, ik was aan het invullen. Ik zal eerst het woord aan Lisbeth geven. Ja, nee, ik wilde aanvullen dat wij hebben bij de complexen, dus in en om de complexen, zijn huismeesters of beheerders wonen. En daar is al contact mee. Dus dat telefonisch contact, dat merken we eigenlijk dat wel blijft. Dus dat is goed dat die band er al was. En dat mensen onze collega's ook eigenlijk goed kennen en weten te bereiken. En af en toe nemen wij ook wel contact op, omdat we in de complexe mensen kennen. Of dat de huismeester zegt van nou, goh, weet je. Dus als het gaat om contact hebben, denk ik van, fijn dat mijn collega's er zijn in en om het complex en aangesproken worden. Ten aanzien van inderdaad overlast, wat Beatrice zei, merken wij ook van, nou, daar worden we vaker op aangesproken. Mensen zijn meer thuis, hebben ook meer last van een aantal zaken. Aan de andere kant merk ik ook dat mensen heel solidair zijn, dus ook begripvol. Dus dat is, hè, dat,
En verder zien we inderdaad dat bij Huurinkasso contact opgenomen wordt. Dus dan ja, contact opgenomen om betalingsafspraken te maken. Waar we ook eerder van gezegd hebben dat we daar zijn we van. En dat doen we ook coulant, zullen we het maar noemen. Hè? Passend bij de coronasituatie. Is dat een voldoende antwoord? Dank u. Ja, een heel helder antwoord denk ik op deze ongevraagde vraag die wij graag toch beantwoord wilden zien. Dan is vervolgens de heer Paul naar mevrouw Scholten en daarna de heer Koenders. De heer Paul. Ja, dank u wel. Hoezeer ik ook de sociale functie van woningcorporatie begrijp en toejuich. Die signaleringsfunctie krijgt toch een beetje een raar gevoel bij. Dus is het gevaar niet dat de verwarmingsmonteur langskomt en dat de volgende stap is dat jeugdzorg een kind uit huis plaatst op aangeven van de verwarmingsmonteur die de keten kwam vervangen? Ik neem aan dat het zo, dat ik het nou even heel erg chargeer, maar hoe staat u daar dan wel in? Dank voor de vraag, meneer Paul. Ik noem het voorbeeld Smitsveen. Inderdaad, de verwarmingsmonteur komt daar over de vloer. Wij komen nooit zomaar in zo'n geval met als onderhoud met alleen de verwarmingsmonteur. Wat er gebeurt in dit geval is dat er een bewonersbegeleider van het portaal binnenkomt. Dit zijn mensen die gespecialiseerd zijn in het bewonerscontact en kijken wat er speelt achter de voordeur. Zij gaan in gesprek met de betreffende bewoner en op het moment dat iemand binnen de regelgeving van de AVG, dus de privacywetgeving, akkoord geeft om doorverwezen te worden, dan geven wij de gegevens door aan de betreffende instanties. Wij kunnen zelf geen actie ondernemen, willen we ook niet. Wij zijn alleen signaalfunctie. Wij zijn niet actief handelende, maar een doorgeefluik. En de bevoegde organisaties, in dit geval is dat de gemeente, het sociaal team, de outreachende medewerker, die pakt de persoon zelf bij het handje en verwijst hem zelf door naar de juiste instantie. Bij minder zware problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid, hoe ernstig het ook kan zijn, kunnen wij wel wat directer doorverwijzen naar een welzijnsinstantie. Maar op het moment dat ernstige problematiek betreft, bijvoorbeeld een uithuisplaatsing, dat gaat niet over onze. Dat is niet ons specialisme en dat zal het nooit worden. Is dat een voldoende antwoord? Ja, denk ik. Lijkt me heel correct, zo ja. Ja, dank u. Mevrouw Scholten voor de volgende vraag. Dank u wel. Mevrouw Kortman, u gaf iets aan. Huurders worden steeds kwetsbaarder. En u geeft al aan dat een corporatie verschillende rollen heeft. Dat is niet alleen de huisvester. In uw antwoord op de vorige vraag zien we dus ook dat het al steeds meer een sociaal-maatschappelijke rol krijgt. Als u zegt huurders worden steeds kwetsbaarder, is dat financieel of is dat geestelijk? En hoe constateert u dat? En wat denkt u dat daar de reden van is? Want ik vind dit wel een hele spannende opmerking. Dank u wel voor. Mevrouw. Ja, zou ik hem, dank mevrouw Scholten. Het is een heel logische vraag en hij is drieledig te beantwoorden ongeveer. Dus ik ga nu veel tekst geven. Het gaat over een aantal vlakken. Enerzijds hebben we te maken met bezuiniging op de zorg. Dus de mensen die voorheen nog in zorginstanties zaten, zitten dat tegenwoordig in mindere mate. Je moet ergens wonen. Veel aan sociale huisvesting. Ten tweede is er strengere wetgeving op huishoudinkomen voor wat betreft onze doelgroep. Dus de norm om voor sociale huisvesting in aanmerking te komen, die is bijgesteld, die zijn beneden bijgesteld. Steeds lagere inkomens komen voor sociale huisvesting in aanmerking en ook voor huurtoeslag, wat daarbij hoort. En het derde is dat de woningmarkt intussen zo verstopt zit dat als je eenmaal in een sociale huurwoning zit, dat je daar ook moeilijk uitkomt. Tenzij je een grote carrière krijgt, dan kun je een woning kopen. Maar de instroom is zwakker door de bezuiniging op zorg en door de strengere regelgeving met betrekking tot huishoudens. En wie er zit, blijft er zitten tenzij die carrière maakt. Dus je krijgt een soort, ja, het klinkt een beetje hard, maar bijna een tweedeling. En dan krijg je wat Leendert net zei, die gekkies in de sociale huisvesting. En dat willen we niet. De sociale huisvesting is ook voor de wijkverpleegkundige, ook voor de politieman, voor iedereen die niet meer verdient dan 40.000 euro. En wat hier wel een aandachtspunt is dat de instroomeisen voor sociale huisvesting, dus het instroominkomen wat je hebt op het moment van instromen, dat is 40.000. Als je daarna een carrière maakt en je wordt zakenman van het jaar, dan heb je nog steeds recht op je sociale huisvesting.
dat blijft, ongeacht je verdere carrière. Dat recht hou je. Maar we zien dat de instroom, dat gewoon de laagste inkomens zijn. Letterlijk. Is dat een voldoende? Dus vandaar mijn wat harde opmerking. De instroom is gewoon zwakker. En ja, helaas ook. En daarmee soms bijna stigmatiserend, wat Leendert zojuist bedoelde. Is dat een antwoord? Ja, dank u wel. Ik ben blij met uw antwoord, maar het roept wel heel wat op. Maar dank u wel. Het roept heel veel vragen op, denk ik. Ja, dank u wel. Dank u. De heer Koenders. Ja, dank u wel. Mevrouw Kortman, u had het net over doorstroming. Want daar zitten jullie zich ook voor in. Wat zijn nu ongeveer de gemiddelde doorstroomtijden? Dus eigenlijk voor de aangepaste woning heb ik het even over. Dus als mensen van een grote woning naar een kleine woning wil verhuizen, zit daar nog ook hetzelfde procedure of komt dan een speciale behandeling of speciale dat wooncoach wordt ingezet, maar doet het portaal zelf ook nog eens een extra om juist de doorstroom te versnellen? En de tweede vraag is over, we hadden het net over de bruto inkomen van 40.000. Is dat dan voor een gezamenlijk of enkel? Dat zou ik nog even willen weten. Dat waren mijn vragen. Bertman, u geeft antwoord. Ja, dan zal ik met de tweede vraag beginnen. Dat 40.000 euro bruto. 80% van onze woning moet hij toewijzen aan mensen met een gezamenlijk huishoudinkomen van 40.000 bruto. Dus op het moment dat u inwonende kinderen hebt met een volledige baan, dan tellen zij mee met het huishoudinkomen. Dat is het jaarinkomen. Daar gaat 80% van onze woningvoorraad gaat naar deze doelgroep. Dan hebben we nog 10% die tussen de 40.000 en 45.000 mogen huisvesten. En dan hebben we nog 10% zogeheten vrije ruimte. Die kunnen een hogere inkomens toewijzen. En die vrije ruimte die kunnen we ook gebruiken voor mensen, bijvoorbeeld om hen te helpen met doorstromen. Mensen die een hoger inkomen hebben, maar in een te grote woning wonen, die dus niet voldoen aan de inkomenseisen, kunnen wij wel helpen om te laten doorstromen. Specifiek voor, want u zei, geldt er eigenlijk een voorrangsregeling voor doorstroom? Ja, die hebben we in de prestatieafspraak met de gemeente en de huurdersorganisatie opgenomen. Dus dat mensen voorrang krijgen om door te stromen. Los van het feit dat we zien dat specifiek de seniorenwoningen in Soest, dat we daar eigenlijk een overschot aan hebben, gek genoeg. Dus we zien daar geen wachtlijst, verre van. Dus op het moment dat u ouder bent en u zegt, ik wil heel graag morgen een nieuwe woning, dan kunnen we het bijna meteen regelen. Hoewel Soest een vergrijzende gemeente is, zien we dat veel ouderen toch nog in een wat grotere woning wonen. Is dat een voldoende antwoord? Misschien aanvullend, Beatrice. We hebben in de prestatie afspraken gemaakt dat we verdere doorstroommaatregelen willen gaan verkennen. Om te kijken met wat kun je welke doelgroep nog helpen. Want ook in gemeenten om u heen zijn daar inmiddels regelingen voor getroffen. Dus ook voor Soest gaan wij kijken welke regelingen we daar specifiek voor kunnen gaan inzetten. Maar dan moet je wel goed kijken naar welke groep moet waarom geholpen worden. En dat ook echt goed met elkaar regelen. De gemeente met de corporaties. Zodat iedereen er ook die er voor een aanmerking moet komen, er voor een aanmerking komt. Hè? Het kan geen willekeur zijn. Dat moeten we ook waarborgen. En dat willen we ook graag. Dus het staat op de agenda. Dank u wel. Dan gaan wij ook even door met onze agenda. Ik zie dat de heer Schielke nog een vraag wil stellen. De heer Schielke. Dank u wel. In aanvulling op wat u net vertelde, heb je het fenomeen scheef wonen. En ik was benieuwd in hoeverre u daarmee te maken heeft, of u een beeld heeft over de mate waarin in uw woningen wordt scheef gewoond. En wat u daaraan kunt doen om dat te verminderen. Dank u. Wie kan ik het woord geven op deze vraag? Zal ik hem doen? Jazeker, mevrouw Kortman. Het is een heel interessante vraag, waarvoor dank. In mijn mening zijn er twee vormen van scheef wonen. Eén is het idee scheef wonen in een te grote of in een te kleine woning. Maar ik denk dat u doelt op de inkomensscheefheid. En daar gaat het om dat mensen met te veel inkomen in een sociale huis, sociale huurwoning wonen.
We hebben net als ieder ander te maken met privacy-wetgeving. Dus we hebben alleen inkomensgegevens op het moment van instromen. Dus op het moment dat iemand een huurovereenkomst bij ons tekent, dan weten wij of iemand voldoet. En tegenwoordig voldoet hij altijd, want anders mogen wij niet toewijzen. Dus op het moment van instroom is er geen scheef wonen. Behoudens de 10% vrije ruimte die ik zojuist noemde. Nou, hebben de meeste mensen in hun leven een wisseling in inkomen. Dat kan omhoog, omlaag of gelijkblijvend zijn. Maar de meeste mensen gaan omhoog of omlaag. Meestal omhoog, gelukkig. En grove schattingen, en waarschijnlijk gaat het een van de mensen van de Allianz mij zo te hebben. Grove schattingen die rondgaan zijn ongeveer 1/3 die scheef gaan. Specifiek voor Soest weet ik het niet. Ik kan me voorstellen dat gezien de overspannen woningmarkt in Soest, dat het aantal alternatieven beperkt is. Dus je, op het moment dat je eenmaal in een sociale huurwoning in Soest woont, die goed is en in ieder geval voldoet, heb je in mindere mate de keuzemogelijkheid voor een koopwoning of voor een particuliere huurwoning. Die heb je gewoon niet. Dus het aandeel scheef wonen in Soest zal relatief hoog zijn. Wat het is, of dat 1/3 is of iets hoger, ik durf het niet goed te zeggen, maar ik hoor wel eens het gerucht van 1/3. En wellicht dat Lisbeth zie knikken, daar iets anders over of meer over wil vertellen. Ja, het moeilijke is dat het kan per gemeente heel erg verschillen. Dus ik vind het dat we niet meer mogen zeggen dan het kan tussen de 15 en 30 misschien liggen. Maar ik ken ook gemeenten waar het maar 10% is. Dus ik durf hier eigenlijk niets over te zeggen. Alleen dat we weten dat het gebeurt. Het andere wat ik erover wil zeggen is dat we mede, zal ik maar zeggen, als corporaties ons voor de middensegment willen inzetten, zodat we doorstroming bevorderen, dus dat er middensegment is en dat er ook naar doorgestroomd kan worden. En dat we daar ook voorrangsregelingen dan voor maken, waardoor die doorstroming ook daadwerkelijk, nou ja, zo, ook daarin mag alleen verleiden, hè, maar dat je verleid wordt om het te doen. En ook dat willen we onderdeel laten zijn van het doorstroompakket wat we met elkaar willen afspreken. Dank u wel voor de antwoorden. Zullen wij doorgaan met de presentatie? Dan kan het scherm weer gedeeld worden, denk ik. Ja, fijn, dank u. Mag naar de volgende sheet, yes. Ik noemde het net al, de prestatieafspraken. Die gaan over alle volksgezinslijke aspecten die we net met elkaar bespraken, waar ook de vraag over zijn gesteld. Maar die gaan ook over het bouwen, waar zojuist de huurders ook toe opriepen en wat over het algemeen vrij belangrijk is. Bouwen doe je niet zomaar. De prestatieafspraken die we maken met elkaar, die komen niet uit de lucht van. Die zijn gebaseerd op het gemeentelijk beleid. En in het geval van Soest is dat het met name het masterplan wonen geldt voor de kern Soest. Hierin wordt opgeroepen om 700-800 woningen per jaar te bouwen, waarvan 20% sociale huur. Dus in de komende, nu nog 4 jaar, 140 tot 160 woningen toe te voegen aan de sociale huurwoningvoorraad. We baseren onze prestatieafspraken ook op Masterplan Soesterberg, waarin gesproken wordt over uitbreiding van 3000 bewoners. Dus iets anders dan woningen, wat het Masterplan Wonen is. Het Masterplan Soesterberg heeft een langere looptijd, gaat tot 2029. En daarin zijn geen afspraken gemaakt over sociale huur. Jij mag naar de volgende sheet. Op basis van onder meer dit gemeentelijk beleid en wat corporaties en huurorganisaties en gemeentelijke afspraken zijn we gekomen tot de volgende ambities. Ik heb nu los opgeschreven als we breiden woningvoorraad uit. We willen woningen die passen bij de doelgroep en willen kwalitatief goede woning. Nou, hier staat in deze drie bullets staat natuurlijk heel veel informatie. En in de zes daaronder nog veel meer. En die behelzen ontzettend veel. We willen nieuw bouwen, renoveren, verbeteren, verduurzamen, slopen, verkopen, liberalisatie. Het zijn heel veel onderdelen die wij die een corporatie uitvoert als ingreep in het vastgoed. Dat doen we niet zomaar. Het grootste deel van ons bezit onderhouden we gewoon, onderhouden we goed. Pas op het moment dat de kwaliteit van het bezit aanleiding geeft tot een renovatie of tot verduurzaming, de verduurzamingsambitie die ik zojuist besprak, dan gaan we ingrijpen. Het merendeel van de woning blijft gewoon staan en wordt onderhouden.
Een enkele woning, en daar zullen we zo meteen op komen, voldoet echt niet meer en kan ook niet meer aan de eisen van deze tijd worden aangepast. En dan is sloop een optie. Slopen doe je nooit zomaar, dan bouw je woningen terug, want ze hebben nou eenmaal de ambitie om woningen toe te voegen. Dan is er nog categorie nieuwbouw, gewoon echt nieuwbouw zonder sloop. Dat is de meest eenvoudige, het toevoegen van woningen. Dat doen we graag, willen we graag. Dat financieren we, kom ik zo meteen op, onder meer door verkoop, beperkt ook. En door, we hebben nog het instrument liberalisatie of deliberalisatie, heb ik eigenlijk nog niet veel van genoemd. Lisbeth noemde het net, corporaties hebben ook nog woningen in het middensegment. Dus boven de 750 euro huur. Niet veel, maar dat is nog een instrument om een woning die eigenlijk te duur is, om die nog wel beschikbaar te houden voor de middeninkomens. Veel van wat wij doen is afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de corporatie. En nou heb ik 2 jaar geleden voor u, raadsleden, een vrij technisch verhaal gehouden over de financiële kaders van de corporatie. En ik ga er zomaar van uit dat er wel vragen over zijn, maar dat niet het hoofdonderwerp van vanavond moet zijn. Maar ik heb de volgende sheet die heel kort ingaat op de financiële kaders eigenlijk van de corporatie. Ik zal niet heel lang bij stilstaan, want het is eigenlijk gewoon een soort corvée. We willen heel veel nieuwbouwen. Dat staat als een huis boven water. Als paal boven water, ik zit helemaal in de huizen. Als paal boven water, nieuwbouw is niet gratis. Dat weet iedereen. Voor een nieuwbouwwoning moet je tussen 210.000 en 230.000 euro rekenen. We hebben te maken met zeer sterke bouwkosten. Veel van de prijzen van een nieuwbouwwoning is ook afhankelijk van de uiteindelijke grondprijs die eronder ligt. Want omdat de corporatie maar maximaal 750 euro huur per maand vraagt, verdienen wij onze investering niet terug. Het is ongeveer 20% onrendabel. En bij een renovatie is dat eigenlijk nog meer het geval. Dat gaat toch wel 60%, soms 40%, afhankelijk van de ingreep, gaat de renovatie onrendabel. Renovatie kan verschilt heel veel hoe duur die is, maar kan tot wel een ton, maar vanaf 60.000 ongeveer. Het is een beetje afhankelijk wat er precies moet gebeuren. De huurders riepen het op om verduurzaming niet, en renovatie en verduurzaming liggen over het algemeen vrij dicht bij elkaar. Vaak is verduurzaming een van de onderdelen van een renovatie. De huurders riepen op om de verduurzaming niet op het bordje van de huurders te schuiven. En we hebben, zowel Portaal en Allianz hebben een iets afwijkend beleid van elkaar, maar het uitgangspunt is een gedeelte van de energiebesparing die de huurder realiseert door de ingreep van verduurzaming, door te rekenen als huurverhoging. Daarmee verdienen wij onze investeringen een beetje terug, maar nog steeds natuurlijk niet helemaal. En uiteindelijk is een corporatie geen, heeft niet een heel goed businessmodel. Wij leiden verlies op onze woningen. Ik zeg het niet omdat we zielig zijn, maar wel nogmaals het kader. We hebben een huur van iets meer dan 550 euro per woning per maand. En we hebben een uitgave van ongeveer 600 euro per woning per maand. Dus we hebben gewoon een gat te vullen. En dat gat, dat vullen, dat wordt mede veroorzaakt door het in stand houden van de woning zelf. Dus dat kost geld, het beheer, het onderhoud. Maar ook, en dat zijn hele belangrijke belastingen. Daarbij gaat het om gemeentelijke belastingen, maar ook bijvoorbeeld om de verhuurdersheffing die nu groot in het nieuws is. Daar gaat ongeveer 2 tot 3 maanden huur per jaar naartoe van ons. Dus het is niet zo'n heel groot goede business case nu die we hebben. Dus wat moeten we doen? Naast onze huurinkomsten lenen we geld en verkopen we woningen uiteindelijk om maar te kunnen blijven renoveren en nieuw bouwen en onze woningen te kunnen onderhouden. Ik denk dat dit was even een technisch stukje. De volgende sheet geeft wat projecten weer, waar in ieder geval Portaal mee bezig is. Maar wellicht is dit een natuurlijk moment om alvast vragen over het kwantitatieve deel van de prestatieafspraken te beantwoorden. Zijn er vragen over het toevoegen van woningen of hoe we het doen of zoiets? Want hierna komen de leuke projecten en dat leidt wellicht af van het overkoepelende verhaal. De presentatie is heel even gestopt. En ja. Ik zie inderdaad wat vragen. De heer Kramer, daarna de heer Schielke en daarna de heer Stormhoek. Geef ik graag de heer Kramer het woord.
zal het kort houden, want ik wil graag naar de leuke projecten natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd, zijn er nou hier in de gemeente extra eisen die jullie ervaren, waardoor het duurder of moeilijker wordt om een woning te realiseren? En dan bedoel ik dus bovenop de standaard eisen die gewoon bouwbesluiten, et cetera, die voor iedereen gelden. Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Ja, ik kan namens Portaal spreken. We hebben recent een project opgeleverd in Soesterberg. Dat heet de Brigade, op het voormalige evenemententerrein. En daar waren extra eisen in plinthoogte. Dat brengt extra kosten met zich mee. We hebben een parkeernorm, die gaat zo meteen het vervolg over. Er worden eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Die zijn per gemeente wisselend, maar hier niet heel bijzonder. Maar met name zulke dergelijke welstandseisen, die kunnen wel redelijk in de papieren lopen. Evenals het parkeren, maar daar gaan we zo meteen uitgebreider bij stilstaan. Wellicht kan de Alliantie hierop aanvullen. Ja, wil iemand van de Alliantie nog antwoord geven op deze vraag? Of is geen aanvullingen op Beatrice. Ah, mevrouw Van Dijk. Ja. Dan ga ik door met de vraag van de heer Schilke. Ja, dank u wel. Ja, ik had eigenlijk begrepen dat het Portaal gestopt was met verkopen van zijn woningen in Soest. Maar kunt u iets zeggen dan over wat er tot 2025 op de planning staat om nog in Soest te verkopen? Ja, dat kan ik. We hebben in de prestatieafspraken opgenomen dat wij 5 woningen per jaar verkopen dit jaar. Dat is zeer beperkt, als ik het vergelijk ook met andere gemeenten met dit woningbezit en ook waar we deze investeringen doen. Dus dat is, het is een beperkte hoeveelheid. En overigens verkopen wij woningen die eigenlijk aan de grote kant zijn voor onze doelgroep, voor wat onze doelgroep daarvoor betaalt. Dus eigenlijk die gewoon veel en veel te duur zijn. Die op de vrije markt hebben we afgelopen jaar, en nou ga ik niet liegen, een woning van 4,5 ton verkocht. En dat is toch geld waar je 2 nieuwe woningen van kunt bouwen. Is dat een, meneer Schilke, een voldoende antwoord op uw vraag? Volgens mij is dat een heel duidelijk antwoord, zeker. De heer Stormbroek en daarna mevrouw De Krom. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag ook aan mevrouw Kortman. Wij zijn gisteren geïnformeerd over de renovatie-nieuwbouwplannen in de KOM Soesterberg. Waar natuurlijk veel sociale huurwoningen zijn. Wat de vraag die een beetje blijft hangen is van, betekent die vernieuwing/toevoeging, betekent dat nog iets substantieels in de huurprijs voor de bewoners die daar zijn? Even vanuitgaan dat de bewoners die daar even een huis op moeten ook weer terug kunnen in een nieuwe woning. Betekent dat een substantiële, binnen de marges van de wet, huurverhoging voor die mensen? Wie kan ik het woord geven over de beantwoording van deze vraag? Zal ik het doen? Ja, Julia. Ik zie Julia niet. Kortman? Zou ik hem doen? Zometeen komen we nog wat meer te spreken over Soesterberg, denk ik, bij de projecten. Wat er gebeurt bij het eerste complex wat we gaan slopen in Soesterberg, en dat zal u bekend zijn, is de Moerbessenberg, 32 boven-beneden woningen. En daarvoor in plaats komen 60 nieuwe woningen. We hebben een sociaal plan afgesproken met de bewoners die nu intussen zijn uitverhuisd. En onderdeel van het sociaal plan is een terugkeerregeling. Dus hebben een aantal elementen. Krijg je als je daar woont, je krijgt een verhuiskostenvergoeding van 6.000 euro. Je krijgt een urgentieverklaring in samenwerking met de gemeente om voorrang te krijgen op de wachtlijst. En je krijgt een terugkeerrecht naar uiteindelijk de nieuwbouw. En dan moet ik een antwoord schuldig blijven hoeveel precies de huurstijging is. Maar de woonlastenbenadering, want de woningen aan de Moerbessenberg waren vrij slecht geïsoleerd. Maar de woonlasten zullen niet of niet veel stijgen. En in die zin ben ik even afhankelijk van jullie, wat uiteindelijk een woonlastenstijging is. Maar de huur uiteindelijk, zeg maar, we kijken naar huur en naar de energie samen. En daar zit een heel beperkt sprong in. En bij mijn weten is die, ik ga nu gokken, dat moet ik niet doen. Beperkt of niet? Mevrouw Lunter is dat. Ja. Ja, ik ben er. Nee, het grootste deel van de woningen die wij gaan realiseren op de Moerbessenberg, die we terug gaan bouwen, blijven onder de eerste opdracht. Uw scherm staat uit. Is dat mogelijk om dat... Ja, nee, zeker. Ja, dank u.
Ja. Het grootste deel van de woning die we gaan realiseren in de Moerbessenberg, dus de 60 woningen die we gaan terugbouwen voor de 32 woningen die we daar gaan slopen, gaan we aanbieden aan de huurders onder de eerste aftoppingsgrens. Volgens mij is dat dus zo wel beantwoord. En de eerste aftopping, ja. Ja, dank u wel. Mevrouw Krom, u had ook een vraag. Dank u. U mag uw geluid even aanzetten. Sorry. Ik heb een vraag aan mevrouw Kortman. U noemde de brigade in Soesterberg als zijnde dat daar aanpassingen gedaan moesten worden in verband met de plinthoogte. Heeft die aanpassingen, hebben die invloed gehad op de hoogte van de huur? En wat bedraagt de huur daar inmiddels? Deze kan ik beter beantwoorden, Beatrice. Mevrouw, dank u wel voor uw vraag. Logische vraag ook. Hè? De bouwkosten werden hoger omdat wij een hogere plint moesten bouwen. Dat had te maken met de welstandseisen. Maar alle woningen op de brigade zijn verhuurd onder de eerste aftoppingsgrens van €633. Dus dat zijn alle 31 woningen. Ongeacht of je nou op de begane grond zit of op de verdiepingen. Dank u wel. Ja. Hartelijk dank. Ik denk dat wij weer door kunnen met de presentatie. Dan zie ik graag het scherm verschijnen. Ik neem automatisch het woord nu, maar voor mij mag mevrouw Lunt en Julia het ook doen. Ik weet het eigenlijk niet goed. We hebben van tevoren niet heel goed afgesproken. Woord wil, die mag van mij het woord. Ja, dus mevrouw Lunter of u? Zal ik hem doen? Ik ga hem doen. Ik noemde net al de brigade. Ik noem nu overigens alleen de projecten die door Portaal zijn opgeleverd of in uitvoering zijn. En niet de alliantie, die komen hierna. De brigade is recent opgeleverd in Soesterberg. Dat zijn 31 woningen. Is opgeleverd, dus een nieuwbouwtraject. Hoogsoesdijk heeft Portaal aangekocht. Dat is een voormalige serviceflat in de grotendeels particuliere sector. Daar hebben we een grotendeels sociaal complex van gemaakt. Wat woningen toegevoegd. We hebben ze gerenoveerd, zijn we bijna mee klaar. En we hebben nog de wens daar 17 woningen op te toppen, zoals dat heet. Er bovenop te zetten. Dat is nog in uitvoering, in de hele procedure. We zijn bezig, zoals meneer Stormbroek aangaf, met Moerbessenberg in Soesterberg. Dat wordt een sloopnieuwbouwproject van 32 woningen. En er komt 60 nieuwe woningen terug. Om de vraag voor te zijn, want die werd gisteren gesteld, wat ik me herinner. Waarom worden er niet meer woningen teruggebouwd in plaats van deze 60? Dat kan welstandstechnisch niet. Dus dat was een parkeernorm technisch niet. Hetzelfde gaat gelden voor de Van Angerenstraat. En de Plesmanstraat Noord wordt ook sloopnieuwbouwd. Het is hetzelfde type woning in Soesterberg. Ik denk dat hier zo meteen nog wel vragen over zullen komen. Ik wil nog noemen een renovatietraject aan de professor Lorenslaan. 56 woningen die we verduurzamen en waar we de binnenkant renoveren. We hebben in geheel Soest ongeveer 900 eengezinswoningen verduurzaamd. Hebben we geïsoleerd en zonnepanelen op aangebracht. Op vrijwillige basis, dus dat mensen zelf kiezen of ze ja of nee meedoen. Het grootste deel van mensen wil dat overigens. En het project wat ik net noemde is het onderhouden van 600 woningen in Smitsveen, waarmee we gestart zijn en wat doorloopt tot juli volgend jaar. Dit is heel kort, ook met een oog op de tijd, het project waar Portaal mee bezig is. En dan denk ik nu Annelinda van Dijk van de Alliantie en de volgende sheet. Ja. Dankjewel, Beatrice. Ja, dit is inderdaad het leuke deel. Waar werken we nu aan? En dit jaar leveren de transformatie van de Nieuwe Weg op, een oud kantoorgebouw waar we 19 woningen maken. En onlangs is bij jullie ook gepresenteerd de plannen voor de gemeentewerf. En daar gaan we hard mee aan de slag en daar verwachten we volgend jaar mee klaar te zijn. Daarnaast, ons bezit staat er
Ons bezit van 600 woningen in Soest en Soestberg staat er gewoon heel goed bij. Het zijn ook vrij jonge woningen ook. En door de verduurzaming in de afgelopen jaren is het al op label B en klaar voor de verdere energietransitie in Soest. Dus de stappen die we maken is nog proactief zonnepanelen aanbieden aan onze huurders. En dat doen we. En we werken samen in de taskforce energietransitie met de gemeente om te kijken, oké, hoe kunnen we nou de voorraad ook verder klaarmaken in die route naar 2050 CO2-neutraal. En onze VVE-complex in Klaarwater is een mooie aanleiding om beet te pakken voor die energietransitie. We komen zo op de concrete plannen. Dat zijn de harde plannen in de pijplijn. En dan gaat Beatrice weer het stukje van me overnemen. Wat ik nog wel de moeite waard vind om te noemen, is dat met de plannen waar we aan werken, en dat zijn 229 woningen in totaal die nu al hard zijn in de gemeente Soest en Soesterberg, vergroten we ons bezit met 38% in de gemeente. Dus dat is een substantiële bijdrage en daar zijn we heel erg blij mee dat we nou deze groei maken en dus van betekenis zijn de komende jaren. Ik geef weer het woord aan jou, Beatrice. Yes, dank. Dan mag de volgende sheet. We hebben, zoals ik eerder al zei, in de prestatieafspraken met elkaar de ambitie uitgesproken, gemeente en huurdersorganisatie en de corporaties, om meer woningen toe te voegen. Daarbij maken we onderscheid eigenlijk tussen harde en zachte plannen. Wat je hier ziet, concrete plannen heb ik het genoemd, zijn plannen die zeker weten doorgaan, of zo goed als zeker. De nieuwe weg in de gemeentewerf noemde Annelien net ook. Allianz gaat ook nog Hart van Soest bij Groot Engendaal realiseren en Dorpsplein. Ik noem net zo Hoogstedijk en de Moerbergsberg en de Van Angerstraat. Dat zijn plannen die we nu in uitvoering of in voorbereiding hebben. Maar, en dat is dus heel graag de volgende sheet. We hebben ook nog locaties van gemeenten waar we zouden willen en kunnen toevoegen. Die zijn allemaal nog niet helemaal concreet of ze doorgaan. En zo ja, hoeveel sociale huisvesting er gerealiseerd gaat worden. Dan heb ik het over de Oude Tempelaan, de Dalweg, de Paulus Potterlaan en de Meent. Die gaan de komende jaren ergens tot ontwikkeling komen. Maar niet gezegd hoeveel sociale huisvesting. Wat ik eerder al zei, voor de kern Soest is de afspraak 20% sociale huur. Er is ook nog 5% sociale koop, staat er in het masterplan wonen. En maar een heel groot deel is particuliere huur of particuliere koop. Dat is uiteraard jammer als wij in ieder geval de corporaties de ambitie hebben om woning toe te voegen. En we denken ook dat die behoefte er is. Dus onze wens zou zijn om meer locaties te hebben. Vooral voor sociale huur en niet sociale koop. Maar we kunnen ook tijdelijke huisvesting bieden. Dus zeker om de huidige hoge druk op de woningmarkt, die in Soest gewoon groot is, om die tijdelijk te temperen, kunnen we ook tijdelijke woningen toevoegen. Voor bijvoorbeeld een periode van 15 jaar in een gebied wat nog tot ontwikkeling moet komen. Vroeger heet dat oneerbiedig containerwoners. Dat is niet meer woningen, dat is niet meer. Het zijn gewoon fatsoenlijke woningen die op een locatie kunnen worden gezet die nog niet tot ontwikkeling is gebracht. Dus die wens zouden wij heel, heel, heel graag hebben. Maar we hebben meer wensen en dat staat op de volgende sheet waar we de gemeente hard bij nodig hebben. En dan gaat het om samenwerken op sociaal gebied. Mijn allereerste sheet ging over het brede volksvestelijke stuk. Hoe werken we samen op het gebied van wonen en zorg? Hoe werken we samen op het gebied van leefbaarheid, van handhaving, van openbaar groen, zulke dingen. Maar een hele belangrijke voor de laatste paar sheets is het toevoegen woning kan niet zonder ambtelijke capaciteit. U heeft daar gisteren een heel mooi rekenvoorbeeld van gezien in de presentatie over Soesterberg. Het gaat op dit moment kampt de gemeente Soest met een tekort aan ambtenaren. En wij hebben daar nu al last van. En zeker gezien de ambities die we hebben, die de gemeente ook heeft, dan gaan projecten stagneren. Projecten stagneren ook als locaties niet tot ontwikkeling komen. We hebben nu ons eigen bezit, in het geval van Portaal zijn we aan het herontwikkelen. Een enkele keer kunnen we, zoals dat heet, een locatie commercieel aankopen. Maar over het algemeen, een corporatie heeft niet zoveel geld, krijgt ook niet zoveel geld van een huurder. Dus wij kunnen niet zulke ontzettend dure locaties aankopen. Dus we hebben gewoon te concurreren met de markt. Zijn ze ten dele afhankelijk van locaties die de gemeente ter beschikking stelt. Ook tijdelijke locaties. We gaan het zo meteen hebben over de parkeernormen, maar ook reële eisen nieuwbouw. Als welstandseisen komen,
dan drukt dat gewoon onze investeringscapaciteit. En ik heb eigenlijk maar heel kort aangestipt de transitievisie warmte. We hebben een visie nodig om uiteindelijk te kunnen investeren om aan onze duurzaamheidseisen te voldoen en niet later alsnog een tweede keer terug te moeten komen voor een andere oplossing. Maar het is ook, dit zijn allemaal dingen die we nodig hebben, waarover we ook met de gemeente in gesprek zijn. Het contact is over het algemeen goed. We hebben ook natuurlijk niet voor niks prestatieafspraken. We hebben dezelfde visie, dezelfde wensen en ambities. Maar we hebben elkaars hulp heel hard nodig. En we worden ook geholpen. In ieder geval is nu nog een voorbereiding door de gemeente, waar we hopelijk veel aan gaan hebben in een compensatiefonds en een doelgroepenverordening. En ik hoop dat dat in ieder geval al een beetje zoden aan de dijk zet om uiteindelijk locaties tot ontwikkeling te brengen. Dit is mijn laatste sheet. En ik weet dat ik heel veel heb aangeraakt. Helemaal in dit laatste stuk. En ik denk altijd dat leuke plaatjes van mooie projecten roepen altijd vragen op. Is mijn ervaring. Dus wat mij betreft kan de presentatie naar beneden en is er ruimte voor vragen. Hartelijk dank. Ga ik eens inventariseren wie er allemaal vragen hebben. Ik zie de heer Witloks. En de heer Kramer, de heer Diemers. Zullen wij beginnen met de heer Witloks? Ja, dank u wel. Ik hoorde u iets zeggen over tijdelijke woningen. Nu las ik vanochtend een stuk, een positief stuk over tiny housing in de krant. Denkt een alliantie of portaal ook aan de realisatie van een tijdelijke voorziening als tiny housing? En zo ja, zou dat misschien ook in Soest kunnen gebeuren? En de tweede vraag, ik durf hem toch wel te stellen. Heeft u wel eens van het TBS-terrein gehoord? Is dat ook mogelijk een potentiële locatie als dat ooit voor sociale woningbouw geschikt zou worden bevonden? Ik kan het woord geven. Rijkmen, u leest de Volkskrant, denk ik. Ik las hem vanochtend ook in Zeeland. Mooi concept. Het woord tiny houses. Het zijn meerdere wegen naar Rome in dit geval. Tiny houses is nu hip. En dat zijn hele schattige lieve huisjes. Je hebt ze in allerlei vormen en maten. Tijdelijke woning kan dus op deze manier. Tiny houses zoals ze in de Volkskrant met veel groen omheen. Je kunt ze ook geconcentreerder. En je kunt ook tijdelijke huisvesting in een oud kantoorpand hebben. Voor zowel de Alliantie als Portaal. We hebben beide in andere gemeenten veel ervaring met dergelijke tijdelijke concepten. In het geval van Portaal in Utrecht, in Amersfoort, in Leiden. In Nijmegen en sinds kort ook in Arnhem, maar niet in Soest. Dus wij Portaal zouden heel graag willen. Alliantie ken ik minder goed, maar ik weet dat ze in ieder geval in Amersfoort een dergelijk concept hebben. Dus ik, in ieder geval voor Portaal is het antwoord ja. En nee, als ik voor de Alliantie mag spreken, is het antwoord ook ja. Antwoord is zeker ja. Voorkeur ligt niet bij tiny houses, maar op een ander product. Wij werken veel met Jan Snel. Sterker nog, we hebben gewoon woningen nu klaarstaan. Als jullie zeggen van nou zet ze maar neer, dan staan ze eind van het jaar in Soest. Dus zo snel kunnen ze er staan. En wat betreft aan de gedachte over het TBS-terrein, mijn nieuwsgierigheid is gewekt. En wij horen graag meer, want waar we ook maar kunnen bijdragen, hoe beter. Hartelijk dank. De heer Kramer. Ja, ik ben ook blij met die oproep voor, volgens mij moeten we het gewoon flexwoningen noemen. Woningen die tijdelijk ergens worden neergezet en een hele grote behoefte vullen. En ook het liefst wat aantallen, want bij tiny houses denk ik altijd toch een beetje verspreid. 5, 6, 8 huisjes in het groen inderdaad. Dat is ook heel mooi, maar dan heb ik er liever 50 die wat dichter bij elkaar staan en een grotere behoefte vullen. Ik ben toch wel benieuwd, want wij worden nu afgelopen week, ben ik nu al verschillende keren door externe organisaties hebben mij erop gewezen dat er een capaciteitstekort is bij de gemeente. Een soort steunzendercampagne noem ik het. Het valt me wel op, ik vind het een beetje vreemd eerlijk gezegd. Maar zou u dan ook willen schetsen hoe het beter kan, hoe het anders kan? Zou u kort kunnen aangeven wat uw ervaringen in de landen met misschien gemeenten die vergelijkbaar zijn, jullie werkgebied is groot. Wat dat dan oplevert, gaat dat dan zoveel sneller? Kunnen jullie ons daar een beetje wat voorbeelden bij geven? Om te beginnen. Ja, dank voor de vraag. Het is een interessante vraag. En ik hoop ook niet dat het als zodanig als een heel erg zeurderige manier bedoeld is. We zijn overigens met de gemeente Soest in gesprek ook over het capaciteitsgebrek. En zeker gezien de ambities zal het gebrek oplopen. Daarin is Soest, de gemeente Soest, niet de enige. Verre van. Tot aan Amsterdam aan toe hebben ze te maken met een ambtelijk capaciteitsgebrek, waardoor projecten gewoon stil liggen en stilvallen.
Dus in die zin heeft Soes geen uitzonderingspositie. Helaas ook eigenlijk. Waar we last van hebben is met name in het vergunningtraject, echt in het ruimtelijke traject, dat projecten stagnatie ondervinden. Waardoor uiteindelijk, en dat is bijvoorbeeld nu in de Moerbergsberg het geval, een project stagnatie ondervindt, maar intussen al wel leeg staat. Dus je hebt eigenlijk leegstaande woningen die nergens toe bijdragen. Terwijl we graag nieuwe woningen hebben die door mensen bewoond kunnen worden. Dus eigenlijk met name in het vergunningtraject aanpalend zit er een tekort in de hele afdeling realisatie. Want nieuwe woningen behelzen ook verkeer. Eigenlijk waar het gisteren in de raad, in de raadsinformatiebijeenkomst over ging. Het gaat over verkeer, het gaat over speeltuintjes, het gaat over alles. En het capaciteitsgebrek zit in al die facetten. En waar wij als bouwende partij nu op dit moment last van hebben, het meest last, is het vergunningstraject. Is dat een voldoende antwoord, meneer Kramer? Ik denk het wel. De heer Heidinga. Ja, ik dank u, voorzitter. Ja, ik sluit me bij de heer Kramer aan dat we de laatste periode wel heel erg vaak met de neus op de capaciteit zijn gedrukt. En dat is wel een soort opmaat, denk ik, nou ook een oplossing waar we als raad inmiddels allemaal benieuwd naar zijn. Ik heb wel een andere vraag eigenlijk die daar niet direct mee te maken heeft. Maar voor het totaaloverzicht vroeg het mij af. Of komen wonen ook niet bijvoorbeeld deze avond erbij had moeten zijn. Want ja, die hebben ook een aantal projecten in de pijplijn. Waar we natuurlijk nieuwsgierig mee zijn. En die ook in de sociale huisvesting actief zijn. Dus voor het totaaloverzicht was ik wel nieuwsgierig hoe die daar in zitten of juist niet in zitten vanavond. Dat was mijn vraag. Ik zie mevrouw Kortman knikken. Ja. Lisbeth gaat hem beantwoorden, denk ik. Ja. Ten aanzien van Kom Wonen. Zij hebben een tijd lang meegedaan met de prestatieafspraken. En daarvoor zitten we vanavond ook. Om eigenlijk op basis van de prestatieafspraken met u in gesprek te zijn over de onderwerpen die we met de gemeente en de huurdersorganisatie afspreken. En waar we ook vorm aan het geven zijn. En zij vormen geen, op hun eigen verzoek, geen onderdeel meer van dat traject, omdat ze geen toegelaten instelling zijn. Dus wij zijn corporatie en toegelaten instelling, zij niet. En daarmee hebben ze meer of minder ruimte. Het is maar hoe je het wilt uitleggen. Dus dat is de reden. Er is af en toe wel afstemming overigens. Hè? Dus op de werkvloer wordt er wel samengewerkt op een aantal terreinen. Is dat een voldoende antwoord, meneer Heineken? Ja, het roept de aanvullende vraag op. Als dat mag, voorzitter. Ja, dat gaat zeker. Of kon dan een eigen afstemming of prestatieafspraak een traject heeft met de gemeente? Of weet u dat niet? Nou, formeel hoeven zij ook niet in het prestatieafsprakentraject mee te doen. Want ze zijn die toegelaten instelling, wij wel. Dus ik ga ervan uit dat de wethouder ook afstemming heeft met hen over zaken. Ik weet het bijna wel zeker. Dat kunnen wij niet beantwoorden. Ik denk dat dat ook inderdaad wat lastig beantwoorden is voor u. Hartelijk dank dat u er toch even op inging. Ik kijk nog even rond of er nog iemand behoefte heeft aan opmerkingen, aanmerkingen, vragen of anderszins. Nee. Nou, ja, ik zou nog even iets willen zeggen over die capaciteit. Zeker. Voorbeelden van vergunning in één dag, bouwvergunning in één dag. En dat hangt ook een beetje op de standaard bouwproducten die er nu ontwikkeld worden. En, dus het is denk ik wel de moeite waard om dat traject te verkennen met de gemeente. Want daar is in die zin nog niet eerder over gesproken. En dat zou wel wat versnelling kunnen brengen en wat drukverlichting op de capaciteit van de ambtenaren. Dat wou ik alleen nog even benoemen. Dus er wordt in de markt wel nagedacht, want het is niet, de gemeente Soes is niet de enige gemeente waar dit speelt. Hartelijk dank. Sorry, ik werd even afgeleid. Ik geef wethouder Koendisch nog even het woord met betrekking tot de vraag over Coco Mode. Eén moment, ze moet eventjes. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Zo.
volgens mij is die zo wel goed. Hè? Ja. Daar was even sprake van behoorlijke echo hier. U stelde net de vraag over cocon wonen, of daar regelmatig overleg mee is. En inderdaad, ze zijn geen partij in de prestatieafspraken. Ze vinden zichzelf eigenlijk ook te klein. Ze hebben zelf ook te weinig capaciteit om aan dat hele proces mee te doen. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet regelmatig met hen overleggen. En inderdaad, daar is een project gaande, Orlando-terrein. Nou ja, daar heeft mijn collega wethouder Dijkhuizen heel veel mee te maken. En ik heb recent ook nog nieuwe bestuurder van Cocon ontmoet. Dus op zich zijn die contacten warm. En Cocon houdt zich ook wel aan, hoewel we geen gezamenlijke afspraken hebben, kijken we wel gezamenlijk naar de harmonisatie die we ook in de regio aan het doen zijn. En Cocon doet daar ook aan mee. Niet actief dus, maar als wij afspreken dat senioren vanaf 65 jaar is in de regio, dan doet Cocon dat ook. Ik hoop dat u daarmee wat duidelijker is. Ja, dank. Hartelijk dank. Wij zagen u dubbel, maar dat kan te maken hebben met de laptop die dicht gaat. Kijk, daar bent u weer. Ik wil iedereen hartelijk danken voor de presentaties. De huurderbelangenverenigingen en de mensen van Portaal en Alliantie en u voor uw vragen. Wij pauzeren even tot 9:15 voor de startnotitie parkeernormen. Dan gaan wij verder. Het is al eerder genoemd vanavond. Dus neem even een kopje koffie, een kopje thee, een glaasje water. En dan zien wij u over een kwartiertje weer. Hartelijk dank.
Goedenavond. Welkom terug. Het is 9:15, zie ik. Dus wij gaan door met het volgende deel van deze avond. Hierin gaat u de startnotitie parkeernormen met elkaar bespreken. Aanleiding is onder meer dat de toetsing aan de huidige nota parkeernormen soms niet mogelijk blijkt. Erik Landman zal namens de gemeente zo meteen een en ander verder toelichten. Een andere aanleiding is dat een aantal deelonderwerpen en dilemma's ten aanzien van de parkeernormen, dat de fractievoorzitters elkaar eerder dit jaar hierover hebben gesproken. En de bedoeling is dat u hierover vanavond met elkaar in gesprek kunt gaan. Ik stel voor dat Erik Landman u zo eerst even meeneemt door de eerste 10 punten van de startnotitie. Dat ik daarna een knip aanbreng voor het stellen van vragen. En dat we dan na de knip het gesprek aangaan over de punten 11 en 12 die voortkomen uit het overleg van de fractievoorzitters. Geef ik graag het woord aan de heer Landman. Ja, goedenavond. Dank u wel. Ik ga al even proberen om mijn scherm te delen. Als dat lukt. Wil ik een aantal punten door in het eerste deel inderdaad, wat al gezegd. Even kort de introductie van de startnotitie over de parkeernormen en de 10 eerste punten die waar wij tegen zijn gekomen in de afgelopen 4 jaar met de huidige parkeernota. En in deel 2 over 2 thema's die vanuit fractievoorzittersoverleg naar voren zijn gekomen. De aanleiding, het werd al heel even aangehaald, is de verkeerde verwijzing van de parkeernota in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan wordt verwezen naar een conceptversie van de nota. Daar zitten niet heel veel verschillen in met de uiteindelijke versie. Maar op een paar punten wel. Nou, daar kunnen we ondervangen dat het college af kan wijken van de parkeernota. Maar het is natuurlijk niet de gewenste route. Dus dat moet opgelost worden met een nieuw paraplu-bestemmingsplan. Daarnaast noemde het al kleine verbeterpunten die we de afgelopen jaren zijn tegengekomen. En die voortkomen gewoon uit de input van ontwikkelaars, discussies die over de parkeernota lopen of de toetsing door bijvoorbeeld vergunningverlening. En in het tweede deel de sociale huurwoningen en de zorgwoningen. Kort het proces waar we dan nu in zitten. Wij gaan in juni die ontwerp parkeernota en de vierde herziening maken en daarbij een nieuw paraplu-bestemmingsplan. Dat is een relatief snel proces wat we nu willen doorlopen. Dat komt dan in juli en augustus ter inzage. Hopelijk na de zomer de vaststellingen met de bespreking vandaag al met de input daaruit kunnen. Dat in oktober is nu de planning hopelijk in de raad vaststellen. Dan gaat die ter inzage nog en dan hebben we in december naar verwachting een nieuwe onherroepelijke parkeernota. Nou, dat proces gaat vrij snel. Ons voorstel is ook niet om nu hele grote wijzigingen in de parkeernota aan te brengen. Ook geen uitgebreid participatietraject te doen, zoals we bijvoorbeeld bij de derde herziening hebben gedaan. Maar wel dit gesprek vanavond en ook een aantal aandachtspunten die we meenemen vanuit de projectontwikkelaars. Dan een stukje van de achtergrond. Waar komt die parkeernota nou vandaan? De basis zit natuurlijk in ons gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. Waarin we hebben gezegd dat vraag en aanbod naar parkeerplaatsen met elkaar in een balans moeten blijven. Nou, daar zitten 2 elementen in. Het ene is een vraag en het andere aanbod. En die parkeernota gaat vooral over het aanbod aan parkeerplaatsen. Hoeveel plekken moeten er nou bij een ruimtelijke ontwikkeling gerealiseerd worden? En die vraag zit meer dieper in het hele mobiliteitsbeleid. De beïnvloeding daarvan gaat over, zijn we bereid betaald parkeren of vergunning parkeren in te voeren of andere maatregelen te treffen, fietsen en openbaar voorgebruik stimuleren, zodat we die vraag beïnvloeden. Die aanbod is eigenlijk volgend en daarop is die nota parkeernormen ook gebaseerd om te voorkomen dat we buiten problemen krijgen door te weinig parkeerplaatsen. En dat gaat eigenlijk over de ruimtelijke kwaliteit die we willen waarborgen door voor voldoende parkeerplaatsen te zorgen. Dat doen we op basis van kengetallen. Die zitten in onze parkeernota. Die baseren we op landelijke kengetallen van CROW. Dat is een kennisinstituut die in Nederland heel veel onderzoek doet, ook naar parkeren en andere mobiliteits- en civiel-technische onderwerpen.
zij meten gewoon bij supermarkten, bij sportscholen, hoeveel auto's staan er nou daadwerkelijk. Dus op basis van dat soort ervaringscijfers stellen zij kengetallen op naar stedelijkheidsgraad. Dat laatste is wel belangrijk. U zult begrijpen, in het centrum van Utrecht en Amsterdam gelden andere aantallen auto's dan in Soest. Voor heel Nederland geldt een groeiend autobezit, althans met uitzondering van die hele grote steden. Maar het wagenpark in Nederland groeit nog altijd harder dan de bevolking. Dus we krijgen per persoon gemiddeld steeds meer auto's. En dat is nog steeds het geval, ondanks al sinds de jaren 90 inzet om dat te beperken. Lokaal zitten er in onze parkeernota heel veel aandachtspunten. Dat zijn de rekenregels eigenlijk waar we toch een lokaal sausje daaraan geven. Een die er al heel lang in zit, is het stimuleren van bedrijf en huis. Sinds de retailnota in 2017, de functiemenging en die blurring in de winkelgebieden, dat we dat ook mogelijk maken. Fietsgebruik met fietsparkeernormen, die er natuurlijk ook in zit. Want het gaat niet alleen over de auto. Maar ook in Soest een belangrijk uitgangspunt, minder specifiek bestemmen. Daar komen we later ook nog wel even over, denk ik, te spreken. Maar CROW heeft ter voorbeeld 4 normen van een supermarkt, van een Aldi tot een Albert Heijn XXL. Ja, we zeggen in Soest, dat willen we niet. We willen juist globaler, liefst alleen maar detailhandel bestemmen. In plaats van zo specifiek. Omdat als dan een supermarkt van functie verandert of een eigenaar verandert, je niet meteen weer tegen een nieuwe ruimtelijke procedure aan wil lopen. Dat maakt panden ook meer courant. Maar dat betekent wel dat we een beetje gemiddelde in die norm opzoeken. Die soms misschien een beetje aan de hoge kant en soms wat aan de lagere kant is. Tot slot, dat heeft zijn weerslag in de ruimtelijke ordening, want daar zijn die parkeernormen uiteindelijk ook voor. Vaak zien we dat de buurt in verweer komt tegen een plan, bang is voor parkeerdruk in de omgeving. En een plan moet natuurlijk die rechterlijke toets doorstaan. En over het algemeen kijkt de Raad van State en de Recht ook heel serieus naar die CROW-kengetallen. Als we daarvan afwijken, moeten we dat heel goed onderbouwen. Dat even een korte introductie van hoe we werken met die parkeernormen en hoe die tot stand zijn gekomen. En wij komen op basis daarvan de laatste 4 jaar aan ervaring, de laatste versie uit 2017, tot 10 punten waar we zeggen, daar verdient het een kleine aanpassing aan de parkeernota. En ik zal een aantal iets uitvoerig stilstaan, we de meeste ook snel voorbij gaan. De eerste is wel een relevante, want dat gaat over bestaande tekorten. Dat is wel eens een paar keer discussie over geweest, bijvoorbeeld Kerkstraat, Ferdinand Huiklaan. Hoe ga je daar nou mee om als een ontwikkeling op eigen terrein niet in de parkeerbehoefte voorziet, gaan we er eigenlijk vanuit dat die in de omgeving, in het verleden, in de openbare ruimte ligt. Dus dat tekort op eigen terrein hoeft niet opgelost te worden. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Voor projectontwikkelaars ook heel belangrijk. Bij wijze van spreken, als je pand afbouwt, brandt, mag je hetzelfde weer terugbouwen. Wat er nu wel gebeurt, wat we zien, wat niet zo bedoeld is, is dat een functieverandering optreedt. Iets waar eerst kantoren waren of bedrijven. Daar komen dan ineens woningen. Ja, die parkeerdruk in die openbare ruimte is dan niet meer overdag. En die wordt ineens 's avonds, als de buren er ook thuis zijn. Ontstaat wat frictie, omdat die ruimte er dan wellicht niet is. Dus daar willen we vooral naar kijken, wanneer dient die parkeerdruk zich aan, om dat mee te nemen in die afweging en dat dus iets in te perken ten opzichte van de huidige regels. Nou, hoge huurtarieven spreekt misschien wel voor zich. Dat gaat over excessen waar we tegenop willen kunnen treden. Als iemand heel veel geld vraagt voor een parkeerplaats en daardoor die moet je erbij huren bij je huis. Volgens denkt iedereen aan de straat staat gratis, dus daar ga ik niet doen. Die excessen willen we aan kunnen pakken. Vanuit de energietransitie willen we heel graag deelauto's stimuleren. We hebben wel gekeken, wat betekent dat voor de parkeernorm? Dat is heel beperkt. Dat is 3%. Ja, een parkeernorm van 1 wordt dan 0,97. Maar we willen wel de ruimte hebben om bij wat grotere ontwikkelingen te kunnen zeggen, als er echt een mobiliteitsplan aan vastzit, dan kunnen er misschien een paar parkeervakken minder bij, dat dat op zijn plek is. Parkeren op een naburig perceel is nu vrij makkelijk te regelen. Ik doe het parkeren bij mijn buurman, bouw het pand en volgend jaar verscheur ik die overeenkomst en de buurt zit met het parkeerprobleem. Nou, dat willen we iets beter borgen dat dat niet meer kan. Vanuit ontwikkelaars, in onze parkeernota staat ook hoe groot is nou een parkeervak, is de vraag hoe groot is dan die toegangsweg. Nou, dat is iets wat we relatief eenvoudig kunnen toevoegen, dat duidelijk is hoe we daar aan toetsen aan de voorkant. Bij kleine ontwikkelingen zien we soms een paar woningen. Bij woningen moet een aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn.
ja, dat is soms bij een paar woningen heel moeilijk te realiseren, om dan die openbare ruimte aan te passen. Daar willen we iets meer ruimte creëren, dat dat niet altijd hoeft, bij een klein aantal woningen. Dan hebben we een flexibiliteitsbepaling. En we zeggen, ja, gaat het maar om één parkeerplaats, dan doen we sowieso niet moeilijk. Kunnen we een beroep doen op die flexibiliteitsbepaling. Het moet niet om die laatste parkeerplaats gaan. En dat willen we eigenlijk in iets bredere zin toepassen. Dat laatste parkeervak moet niet het struikelblok zijn waardoor een plan heel lang stil ligt. Dus dat gaat echt over het laatste plekje. Er zitten een aantal heffingsmogelijkheden in de nota. Ik noemde net al bedrijf en huis. Ja, we willen gewoon die procedure makkelijker maken door in de regels op te nemen dat dat een regel is en geen ontheffingsmogelijkheid. Dan kan een ontwikkeling veel sneller door dan dat we via het college moeten. Dan de klassificering bij woningen. Bij woningen gaat het in klasses, hoeveel parkeerplaatsen er gebouwd moeten worden. Nou, bijvoorbeeld bij de Alliantie op de gemeentewerf zien we dat die klasses, omdat er best wel grote sprongen in zitten, soms nog wel aanleiding zijn om wat kleiner te gaan bouwen bijvoorbeeld. Nou, daar moeten we nog eens een keer goed naar kijken. Kunnen de klasses niet op een andere manier doen? En een ding wat er ook in zit is dat een woning van nu van 80 vierkante meter buiten alle klasses valt. Het laatste punt is ook vooral technisch van aard, dat de definities nu tussen de parkeernood en bestemmingsplan niet altijd gelijk zijn. Nou, dat geeft natuurlijk verwarrende discussies, dus die willen we gelijk trekken. En dat zijn de eerste 10 punten. Als daar hele technische vragen over zijn, kunnen u eventueel ook nog op een nader moment beantwoorden. Maar ik denk dat dit het punt is om daar de vragen over te beantwoorden. Dan ga ik mijn scherm. Hartelijk dank, meneer Lamman, voor het vertalen van deze toch wat technische informatie in hapklare brokjes, die we allemaal kunnen begrijpen. Zijn hier vragen over het eerste gedeelte? Ik zie de heer De Wolf, de heer Sielke. En daar blijft het even bij. Mevrouw Terbeek-Suikerbuik ook nog. Ik begin met de heer De Wolf. Oh, de heer Terbeek-Suikerbuik, excuus. De heer De Wolf. Ja, een vraag die eigenlijk voortkomt uit de nota. Misschien niet zozeer wat er nu gepresenteerd is. Maar ik hoop dat het toch even mag. Er is sprake van een minimumparkeereis. Nu zal een ontwikkelaar niet gauw meer willen doen, maar toch vroeg ik me bij het lezen af. Zou je ook kunnen denken aan een maximum? Meer mag gewoon niet. Een tweede vraag die ik heb is, in hoeverre ontstaan er problemen doordat, althans in mijn beleving, auto's steeds groter worden? Dat zijn even twee. Het laatste is misschien wat technisch, maar goed. Dank u wel. Dank u. Zal ik het meteen beantwoorden? Ja. De vraag over groter wordende auto's. De parkeernorm hebben we al iets scherper gemaakt 4 jaar geleden. Door daar de kleinste parkeervakken van 2,35 meter breed uit te halen. Dus 2,40 is nu de minimale breedte van een parkeervak. Dat groeit langzaam een beetje mee met hoe auto's zich ontwikkelen. We zien vooral dat de verschillen steeds groter worden. Dus kleinere auto's, maar ook grotere auto's. Maar vooral de breedte van auto's heeft in relatie tot parkeernormen natuurlijk een effect. Dus daar gaan we met de tijd mee. Daar volgen we ook de richtlijnen die daar landelijk voor gelden. Een maximumnorm kan natuurlijk. Ik merk het in Soest nog niet dat die behoefte er is, of dat we zien dat er echt veel meer wordt aangelegd dan dat we vragen. Dat is iets wat we vooral natuurlijk zien in de grotere steden, waar een sturend parkeerbeleid is met parkeervergunningen. Daar past dan ook een maximumnorm vaak bij. Zoals in Amsterdam of Utrecht. We willen niet meer auto's in de stad. Dus dan mogen er ook geen parkeerplaatsen voor gebouwd worden. Helder, dank u. De heer Sielke. We krijgen steeds meer auto's en de auto's worden steeds breder. Dus de ruimte die auto's die gaan parkeren, opsoeperen, wordt steeds groter. Om maar even. En ik vind de lijst die je opzomt om het vooral flexibeler te maken, spreekt me aan. Alleen,
het gaat allemaal wel in de kant, naar de kant van, ja, dan moeten er meer parkeerplaatsen komen. Dus wat ik eigenlijk toch miste is, als er nou een situatie waarin wordt vastgesteld dat het parkeren echt een probleem is, hè? Bijvoorbeeld voor de buurt of voor de winkels. Dan mis ik een instrument, en ik kan hem zo ter plekke niet bedenken, maar dan mis ik een instrument die dan zegt, ja, bij problemen moeten we ook wat doen, maar ja, dan moet het de andere kant op gaan. In het verlengde daarbij denk ik dan bijvoorbeeld aan detailhandelwinkels worden minder, want mensen kopen meer aan huis. Biedt dat dan mogelijkheden? Als er geen winkel meer in het pand zit, kijken we natuurlijk wat komt er dan in het pand terug. En in de winkelgebieden hebben we al heel erg die functiemenging tussen de verschillende functies. Dus een winkel kan horeca worden en omgekeerd. Dus die flexibiliteit die zoeken we ook in de parkeernormen. Net ook wat ik al zei met het globale bestemmen. Op het eerste deel, ik ben heel even de vraag kwijt, excuus. Dat ging over een compliment aan de flexibele instrumenten, maar dat ik miste het instrument dat het op een gegeven moment bij bijvoorbeeld grote overlast ook minder zou moeten kunnen worden, of dat we dat willen, of dat dat dan ook kan. En dan bedoelt u dat de parkeernorm hoger wordt als er parkeeroverlast is, ja, of juist het omgekeerde? Ik wil weg van parkeernormen in dit geval, maar dan even gewoon minder parkeerruimte, hè, omdat die overlast geeft. En hoe je dat dan doet, of dat via een norm is, dat laat ik dan even in het midden. Ja, maar het college heeft altijd de mogelijkheid natuurlijk om af te wijken van de parkeernood. En dat kan zowel omhoog als naar beneden. We zien in soms een geval waar we denken, nou, hier is de parkeernorm eigenlijk te laag. En soms zien we ook wel dat de parkeernorm te hoog is, omdat het een hele specifieke situatie is. En die mogelijkheid zit al in de parkeernota en nu ook verwerkt om maatwerk te leveren, als dat nodig is. En als we zien dat dat ook past. Dus dat kan ook zeker in een gesprek als de buurt zegt, nou, maar dit moet anders. En dat draagvlak te zoeken, dan is daar zeker ook ruimte om maatwerk te leveren. Hartelijk dank. Ik ga naar de heer Terbeek, Suikerbuik. Dank u wel. En ook alvast dank voor alle antwoorden en alle informatie die vanavond hebben gekregen. Mijn vragen gaan eigenlijk totaal andere kant op, ook dan de punten die genoemd zijn. Dus ik hoop dat, dat u een antwoord weet daarop. Ik vraag me namelijk af, als je nu kijkt naar de openbare parkeerplekken, is er iets van een ontwikkeling te zien afgelopen jaren, in hoeverre er steeds meer van die openbare parkeerplekken onttrokken worden vanuit, dat er steeds minder openbare parkeerplekken zijn, door bijvoorbeeld gehandicapte parkeerplekken of parkeerplekken die gekoppeld zijn aan kentekens, of bijvoorbeeld doordat er steeds meer elektrische laadpalen overal komen. Is daar iets over te zeggen? Heel Lamman. We zien dat in sommige gemeenten grote vormen aannemen, gehandicapte parkeerplaatsen. Bij ons valt dat nog mee. Ons beleid is daar ook wel op gericht om te voorkomen, als mensen bijvoorbeeld een parkeerplek op eigen terrein hebben of kunnen hebben. Daar zit natuurlijk ook de toets in dat iemand bij ons echt een gehandicapte parkeerkaart voor bestuurder moet hebben. Dus het passagier komt er niet in aanmerking. Dus we zijn daar wat terughoudender in dan in sommige andere gemeenten. Laadpalen volgen ook de vraag, wat ons betreft. Hè. Dus waar de vraag is naar laadpalen, daar plaatsen we ze om te voorkomen dat er juist heel veel leegstand daardoor ontstaat. En in principe moet dat een beetje doorschuiven. Dus zal de laadpalen en gehandicapte parkeerplaatsen wel wat extra druk op de openbare ruimte geven. Die laadpalen zijn nieuw, gehandicapte parkeerplaatsen niet echt. We zien dat niet in grote vorm in Soest. Een helder antwoord. Hartelijk dank, de heer Witloks. Ja, dank u wel. Ik heb even geaarzeld om een vraag te stellen, omdat ik eigenlijk in afwachting was van het tweede deel. En dat tweede deel is zeg maar dat toegevoegd is door het overleg van de fractievoorzitters. Die hebben een paar belangrijke punten volgens mij toegevoegd aan dit stuk. En ik zat eigenlijk te wachten op de reactie ook van de woningcoöperaties, want we hebben een uurtje geleden, hebben we juist van niet alleen de coöperaties, maar ook van de huurders gehoord, dat die parkeernormen, dat er nogal wat aan verbeterd zou kunnen worden. Dus ik had eigenlijk gehoopt
dat de coöperaties zouden kunnen reageren, maar dan wel ook op punt 11 en 12, zoals het in de notitie staat. En misschien een aanvulling op wat er nu aan punten staat. Overigens vind ik het vrij behoudend, zeg maar, hoe dat die eerste 10 punten geformuleerd zijn. Want een toekomstige ontwikkeling, als het meer thuiswerken door corona, maar sowieso die trend die volgens mij toch wel gaat doorzetten. En het minder gebruik van leaseauto's, het meer gebruik van fiets. En u noemde alleen de deelauto's, maar ik zie het toch wat breder, dus ook met thuiswerken, die leaseauto's. Dan denk ik dat we, maar ik ben ook maar misschien aan het rekenen, dat we met een grotere ontwikkeling te maken hebben. En ik zou willen vragen om daar ook, als u gaat informeren bij omliggende gemeenten, of landelijk gezien, om daar ook goed naar te kijken in wat u de komende maanden van plan bent. Maar allereerst graag reactie van die coöperaties, ook op de punten 11 en 12. Dan heb ik een beetje een totaalbeeld. Dank u wel. Ik stel voor dat we de reactie op de punten 11 en 12 tot na de knip bewaren. En dat we ons nu even beperken tot de eerste 10 punten. Dus ik geef het woord aan de heer Landman om de tweede vraag te beantwoorden. Ja, in die tweede vraag volgen we natuurlijk de landelijke ontwikkelingen. Corona en wat dat gaat betekenen is erg onzeker. Op dit moment staan er juist overdag veel meer auto's in de woonwijk omdat mensen thuis werken. Wat dat gaat betekenen weten we niet. Autobezit neemt af, maar dat wil niet zeggen dat er minder auto's in de wijken staan. Private lease neemt enorm toe bijvoorbeeld. Dus dat soort ontwikkelingen zien we. Meer fiets zit natuurlijk verwerkt in die cijfers, maar daarbovenop zien we op dit moment nog steeds meer groei van auto dan fiets. Wat corona gaat doen, gaan we de komende jaren in de gaten houden, maar ik denk dat de komende maand te vroeg is om dat in deze herziening van de parkeernota al een plek te kunnen geven en met een goede onderbouwing daarvan. Dank u. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Scholten en daarna de heer Diemers en daarna de heer Van der Torre. Mevrouw Scholten. Dank u wel. Heer Landman, u heeft een mooie notitie toegevoegd over het veronderstelde deelautogebruik. En daarbij geeft u aan dat dat ongeveer tweede of derde auto's in gezinnen wellicht de deur uit gedaan worden voor zover ze daar al binnen stonden en dat daarvoor een deelauto zou kunnen komen. Maar dat is marginaal. Dus dat betekent dat dit de parkeernorm in Soest, zoals u aangeeft, niet zou beïnvloeden. Nu ken ik plaatsen in Nederland waar geldt dat één deelauto tot het opheffen van 4 parkeerplaatsen kan leiden. U verwees net in uw verhaal ook naar de COW-kengetallen. Kunt u mij ook zeggen of die Crow-kengetallen ook bekend zijn voor de deelauto's? Want dat lijkt me dan een mooie oplossing. Dank u wel. Ja, die ene deelauto kan inderdaad tot 4 parkeerplaatsen minder leiden. En dat staat ook wel in die notitie benoemd. En dat klopt. Alleen het is niet zo dat we onbeperkt maar kunnen zeggen, dan doen we de parkeernorm een kwart en die gaat naar 25% en dan zetten we alleen nog maar deelauto's neer. Omdat daar toch de vraag niet ligt van de gebruiker. En we zien dat het gebruik van deelauto's vele malen lager is en ook het gewenste gebruik van mensen om een deelauto te willen gebruiken. Uit landelijk onderzoek komen die cijfers en daar zit die onderbouwing in dat wij denken dat maar tot 3% minder parkeerbehoefte in Soest leidt. Ook al zetten we vol in op de deelauto. Op een niveau zoals dat nu in Amsterdam is. En die cijfers uit Amsterdam en uit Utrecht spreken natuurlijk hele mooie verhalen over 1 of 2 voetbalvelden minder aan auto's. Maar dat moet ook wel over het perspectief van die hele stad gezien worden. En over de duizenden parkeervakken die daar liggen. Dus het effect daarvan is echt beperkt, maar ook daarin volgen we, dat rapport is ook gebaseerd op allerlei landelijke onderzoeken daarna. Dus dat volgen we ook en als dat gaat veranderen, wat we natuurlijk hopen dat dat meer gebruikt wordt, dan kan het parkeerbeleid daar weer in volgen. Dank u, interessante materie. De heer Diemers. Ja, dank u voorzitter. Als inwoner van de wijk Overhees signaleer ik een enorme toename van bedrijfsbussen die worden geparkeerd op de normale parkeervakken, maar ook buiten de parkeervakken, maar waar wel toegestaan is om te parkeren. Dat is echt een toename. Denk aan de uitbreiding van de
pakketdiensten. Die mensen gaan naar huis en zetten hun bus daar neer. Wat ze daarmee creëren is een stuk onveilig gevoel. Of ook een zichtbelemmering zoals ze geparkeerd staan. Met name in de smallere straten. Daar zijn door particulieren al diverse malen signalen uitgegeven. Onder andere naar handhaving. Maar die kunnen formeel niks doen. Maar het is wel een toename die toch wel zorgelijk is. Gaat u daar ook iets in meenemen in het beleid? Ja, dat zit niet in de parkeernota. En met de, in het deel wat natuurlijk wel in zit, of wat we signaleren, is dat steeds meer ZZP'ers zijn, ook bijvoorbeeld in de postbezorging, die busjes mee naar huis nemen. Dus dat is duidelijk zichtbaar. Dat heeft effect ook op de parkeerdruk in een woonwijk. Het handhaven daarop gaat op excessen en de hele grote postbussen mogen natuurlijk niet staan. Langer dan 6 meter is verboden in de woonwijk. Die moeten echt op de bedrijventerreinen een parkeerplek zoeken waar die ruimte er is. Dus de excessen kan tegen worden opgetreden, helaas niet in, in alle gevallen. Ja, veel mensen zetten het busje ook in de buurt. En de parkeernota gaat daar niet specifiek over. Dank u. Oké, dank u. Ja, dan geef ik het woord aan de heer Van der Torre. Ja, goedenavond. Ik heb even een vraag aan de heer Landman ook. Hij heeft aangegeven wat de aanleidingen zijn om opnieuw te kijken naar die parkeernormen. En een belangrijk punt daarbij was eigenlijk de opmerkingen, de knelpunten die projectontwikkelaars ervaren. En anderzijds gaf hij ook aan dat er verder geen participatie vanuit bewoners plaatsvindt. Ja, met andere woorden, het lijkt er een beetje op of deze nieuwe parkeernormen die we dan gaan vaststellen of aanpassingen vooral bedoeld zijn om projectontwikkelaars meer ruimte te geven. En dat er wat minder gekeken wordt naar misschien onze inwoners. Is die conclusie juist? Ik kijk de heer Landman even digitaal aan of hij hier antwoord op kan geven. Kijk, in de vorige herziening van de parkeernota hebben we natuurlijk een uitgebreide participatietraject doorlopen. Het idee nu is een snelle slag te maken op basis van wat moet vanuit het paraplubestemmingsplan. Ik denk dat we de belangen van de omgeving goed in beeld hebben. En ook vanuit die landelijke richtlijnen werkend dat dat goed te onderbouwen is. Dat dat niet tot hele grote problemen in de omgeving gaat leiden. Een laatste parkeervak, zoals in die flexibiliteitsbepaling benoemd, ja, daar zal het in een woonwijk niet om gaan. Maar wel om de grote lijn natuurlijk. En die grote lijn van die parkeernormen is nu niet het idee om die aan te passen. Mag ik dan nog even terug naar het andere onderdeel van de vraag? Is het vooral bedoeld om de projectontwikkelaars meer flexibiliteit en mogelijkheid te geven? We zien, nee, in sommige gevallen zien we dat parkeernormen wel heel erg beperkend uitvallen als het om een laatste plekje gaat. En dan willen we ook ontwikkeling op gang houden. Dus dat is eigenlijk de reden die daarachter zit. Hartelijk dank. Ik stel voor dat wij doorgaan naar de punten 11 en 12. Ik weet niet of de heer Landman hier een korte inleiding ook op wil geven. Dat zijn de punten, de deelonderwerpen waar de fractievoorzitters op hebben ingezoomd onlangs. Ik zie een scherm over de sociale huurwoningen, maar ik hoor de heer Landman niet. De heer Landman, staat uw geluid aan? Nee, mijn geluid stond uit. Excuus. En ik kon het knopje even niet vinden, omdat mijn scherm gedeeld was. Dus ik moest even zoeken. Excuus daarvoor. Sociale huurwoningen, ja. Sinds 2017 hebben we normen voor de toegelaten instellingen voor Portaal en de Alliantie. Dat zijn aangepaste normen. Voorheen, tot en met de tweede herziening, golden daar gewoon de parkeernormen die voor alle woningen gelden. Maar we hebben gezien dat dat toch wel aan de te veel te hoge kant was. Ook hier hebben we gekeken in 2017 hoe kunnen die normen tot stand komen. Op basis weer van die CROW-kengetallen met die verstedelijkheidsgraad die daarbij hoort.
Daar hebben we een gemeend ook sociale huurwoningen tot 45 vierkante meter. En daar wordt best wel wat van gebouwd onder de norm die CROW voor kamerverhuur hanteert te scharen. En dat is een norm die zit in landelijk. Dus voor Soest, voor de stedelijkheidsgraad van Soest, is dat kengetal 0,5 tot 0,8. Wij zitten aan de lage kant. Wij zitten 0,55 als aan de fietsparkeernorm wordt voldaan. En 0,6 als daar niet aan wordt voldaan. Dan een huurappartement, wat eigenlijk gewoon het huurappartement is, zoals COEM zegt, hebben wij tot 60 vierkante meter beperkt. De CROW zegt daarvan voor een gemeente met de stedelijkheidsgraad van Soest 1 tot 1,8 parkeerplaats. Dat zou de bandbreedte zijn waarin je moet zoeken. Wij zeggen 1 met voldoende aan fietsparkeernorm en 1,1 als daar niet aan wordt voldaan. En dan de eensgezinswoning, de sociale huurwoning. Daar is landelijk, zegt men, voor Soest 1,2 tot 2,0. En wij zitten ook daar weer aan die ondergrens op 1,2 tot 1,3. Dus we hebben binnen die norm voor sociale huur, binnen die kengetallen van CROW, op basis van dat echte gebruik wat dan gezien wordt, zijn we gemeen destijds aan de lage kanten gaan zitten. Dat heb ik gebenchmarkt, en dat kwam als verzoek naar voren vanuit fractievoorzittersoverleg. Hoe verhouden we ons in Soest met die CROW-kengetallen ten opzichte van alle andere gemeenten in onze regio? En dat heb ik aangepast naar die verstedelijkingsgraad. Dan zie je dat aan de lage kant Soest, Leusden en Amersfoort zitten. In de middenmoot de Bilt-Baarn en Zeist. En we zien hoge parkeernormen voor sociale huurwoningen in gemeentes Bunschoten, Woudenberg en Barneveld. Waarom dan laag? Nou, bijvoorbeeld in Leusden op basis van lokale ervaringscijfers, echt metingen in een wijk met sociale huurwoningen. Bij ons vorige keer aan die ondergrens gaan zitten vanwege het belang ook om sociale huurwoningen te ontwikkelen. En dan even, wat is dat dan? Amersfoort heeft natuurlijk een hogere verstedelijkingsgraad, dus die zit op 0,7 tot 1,0 als norm. Leusden op 0,9 tot 1,1 en wij zitten dus tussen die 0,55 tot 1,3 gemiddeld ook zo op die 1. Maar onze kleinste woningen zitten zelfs onder de lage norm van Amersfoort. Dus de 0,55 is zelfs lager dan die 0,7 die Amersfoort als ondergrens heeft in hun parkeerbeleid. Een aantal gemeenten zitten in het midden. En waarom dan? Omdat ze vooral zien, de Bilt en Baren, gewoon in het midden van die landelijke richtlijn zitten. Zeist zat ooit hoog, maar die hebben sinds 2004 hun cijfers niet aangepast. En daar zie je dan dat groeiende autobezit weer terug. Het doel was hoog, want ze hadden een hoog autobezit. En inmiddels is die norm een gemiddelde norm geworden. Zeist is overigens ook bezig om dat aan te passen. Waarom hoog? Een hoog autobezit zie je in een aantal gemeenten. Soest heeft eigenlijk ook een relatief hoog autobezit, dus dat zou best wel een hogere norm kunnen motiveren. Dat zie je in gemeenten als Bunschoten, Woudenberg. Barneveld zegt ook heel duidelijk, die lage norm voor sociale huur, die zit echt aan de lage kant. Want we zien ook veel doorstromers in die woningen blijven wonen. En die hebben wel gewoon 2-3 auto's, ondanks dat we die lage norm daar tegenover anders hadden gezet. Dus daarom in die gemeente geen lagere parkeernorm voor sociale huur. En in die gemeente zit je dus op 1,4 tot 1,7 per sociale huurwoning. Dus dat is echt wel flink hoger. Die 1,4 is al hoger dan onze hoogste norm die we in Soest kennen. Mijn collega Odile de Man zal iets zeggen over de zorgwoningen. Dat was de tweede vraag. Dus als Odile zover is. Ja, hallo, goedenavond. Ik ben Odile de Man, jurist ruimtelijke ordening. En u zag net in de vorige presentatie een rijtje met bouwplannen. Nieuwe Weg, Gemeentewerf, Hart van Soest, Hoogsoestdijk en Orlando van Cocon. Dat zijn allemaal bouwplannen waar ik dan bij toeval de behandelend ambtenaar ben. U had een vraag over zorgwoningen. En de vraag was, kan dit eigenlijk worden aangepast? Omdat als er bijvoorbeeld een collectief is van zorgwoningen bij elkaar, die mensen hebben gemiddeld wellicht wat minder auto's in hun bezit en kan dat worden aangepast? We hebben even gekeken van, Erik had het net ook al over de normen. In het bestemmingsplan kennen wij twee typologieën. De ene is wonen en je kan dan, dat gaat het over zelfstandige bewoning. En zowel in een zelfstandige bewoning kan je PGB-zorg krijgen als WMO-zorg.
We kennen ook de bestemming maatschappelijk. Dat is onzelfstandig wonen. Dus 24 uur zorg, voornamelijk PGB, ook WMO, maar vaak als aanvulling. In de parkeernorm zie je dat terug, hè, dat 1-op-1 als een reguliere woning. Nou, daar zit een bepaalde parkeernorm achter. Alleen een zorgwoningnorm uit de parkeernorm valt op onze maatschappelijke bestemming. En wij hebben uw vraag zo geïnterpreteerd dat u ook wellicht zou willen zien dat de norm van de zorgwoning ook op de reguliere woning zou kunnen vallen. En de volgende sheet, Erik, want dit was louter feitelijk. Het is een beetje klein, excuses daarvoor, stel vooral vragen. We hebben even gekeken naar wat zijn nu de mogelijkheden. Dus we zouden bijvoorbeeld als er een collectief is wat woningen bouwt, dat ze de norm van dat ze bijvoorbeeld een zorgwoningbestemming erop krijgen. Dus dat zou een maatschappelijke bestemming kunnen zijn of een aanduiding zorgwoning. Want dan zoeken we het gelijk met de parkeernormen. Dan krijgen ze dus een lagere parkeernorm. Nou ja, de voordelen daarvan kunnen zijn, nou, lagere norm, snellere ontwikkeling. Misschien ook wel dat het makkelijker op het perceel past. Dat gaf Erik ook al aan. Hè? Je hoeft geen gebruik te maken van naastgelegen percelen. Je hoeft geen gebruik te maken van mogelijke ontheffingen. Het past er dan meestal wel op. En je maakt permanente ruimte voor zorgwoningen. Want dat is in Soest ook wel een item. En met de wat vergrijzende bevolking zou dat een voordeel kunnen zijn. Dat je daar dus echt specifieke woningcategorie aan toevoegt. De nadelen zijn iets langer. Het daadwerkelijke autobezit van mensen in een zorgwoning. Ja, de vraag is of die dus wel zo laag is. Want dat zijn toch ook mensen die vaak bijvoorbeeld nog samenwonen. De ene partner heeft nog wel een auto, de andere niet meer. En de druk op de openbare ruimte wordt daar wel mee vergroot. De druk op het ambtelijk apparaat. U heeft het al een paar keer voorbij horen komen, hoorde ik in de vorige presentatie. Nou ja, ik heb hem hier toch ook wel weer genoemd. Dit betekent eigenlijk twee keer een functiewijziging. Eén keer van reguliere woning naar zorgwoning, als de woning in gebruik wordt genomen als zorgwoning. Mochten er weer andere mensen inkomen, de woning wordt verkocht of op andere redenen verlaten de bewoners de woning. Ja, dan wordt het weer een reguliere woning. En dat zijn twee keer is dat een functiewijziging. Dit zijn niet alleen kosten en tijd voor de aanvrager, maar goed, zoals u dus ook hoorde, een druk op het ambtelijk apparaat. De reguliere woningen worden permanent onttrokken aan het woningbestand en worden echt toegezet op een specifieke doelgroep. Dat is dus aan de ene kant positief, aan de andere kant ook weer niet. Het maakt die doorstroming, waar u ook aandacht voor vroeg, wat lastiger. En de waarde van de woning wordt wat minder. Want een specifiekere bestemming betekent vaak een wat lagere waarde door de bank. Wat we ook zouden kunnen doen is het handhaven. En dan hebben we het handhaven van hoe de systematiek nu in elkaar zit. Dan hebben we het niet zozeer over hele specifieke complexen die gebouwd worden voor die functie. Een voorbeeld aan de Molenstraat natuurlijk. Hè? De woningen voor dementerende ouderen. Dat is echt een zorginstelling. En die krijgt dan ook echt een zorgaanduiding. En daar zullen we dus, maar het gaat om vooral individuele woningen of kleine clusters van woningen. En wij zeggen van dat het voordeliger is wellicht om het toch maar gewoon op deze manier te blijven doen. Omdat de woningen inzetbaar blijven voor de verschillende typen van gebruik. En dat heeft dus te maken met die doorstroming. En het heeft ook te maken met de kwaliteit van de buitenruimte. Dus geen druk op de openbare ruimte door de parkeeroverlast. Omdat er netjes wordt voldaan aan de norm die geldt voor een reguliere woning, weten we dat er altijd voldoende parkeerplaatsen zal zijn, wat voor gebruik die woning ook heeft. De nadelen, ja, inderdaad, een wat hogere parkeernorm en soms wat minder makkelijk. En het perceel wordt wat minder groen, hè, want alle ruimte wordt ingenomen door de parkeerplaatsen. En sommige parkeervoorzieningen staan wellicht dan even leeg, omdat ze dus daadwerkelijk niet worden gebruikt door de bewoners van de panden. Maar goed, dus dit is eigenlijk even een feitige laag. Stel vooral vragen hierover. Voor beide is wat te zeggen. Dank u wel.
Hartelijk dank, mevrouw de Man. Ik zou nog even terugkomen bij de heer Witloks, als hij nog een keer zijn vraag wil stellen, tenminste, aan de corporaties. Ja, ik zou inderdaad graag die vraag willen stellen. Wat zij nu hiervan vinden, wat we tot nu toe gehoord hebben? We hebben het afgelopen uur juist gehoord dat zij, en niet alleen zij, maar ook de huurders, veel moeite hebben met die hoge parkeernormen. Dat het in wijze erop neerkomt van, nou, bouw maar zo klein mogelijk. Hè, dus minder kamers, minder woongenot. Om maar aan die parkeernorm te moeten voldoen. Dus je zou bijna zeggen van een parkeerplek voor de deur, dat gaat ten koste van de binnenruimte. Dus ik zou heel graag uw reactie erop horen. Over een opmerking toch wel even willen maken over die zorgwoning, hoor. Als het gaat om BLZ, want dat heeft u niet genoemd, hè, om langdurige zorg, dan is zo'n functiewijziging maar één keer in de 40 jaar. Dat speelt eigenlijk nauwelijks een rol. En daar heb je juist het fenomeen dat bij een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijke gehandicapten er gewoon vele plaatsen leegstaan, terwijl de enige die ervan gebruik maken, dat zijn een paar bezoekers en dat zijn de medewerkers. En dat is al jaren zo. Dus als u het alleen op de PGB-categorie gooit, ja, nou, daar dan wegen de nadelen. Ik zie daar nog een heleboel staan ten opzichte van de voordelen. Dat is inderdaad een discussie waard. Maar bij die WLZ, daar is het echt nat dan om daar die toch nog hoger parkeren om te hanteren. Maar nogmaals, ik ben heel benieuwd naar de reactie van de woningcoöperaties op dit moment. En dan kunnen we aan de hand daarvan de discussie verder vervolgen. Dank u wel. Kan ik mevrouw Lunter wellicht het woord geven? Ja, dank u wel voor uw vraag, meneer Witloks. We hebben natuurlijk een heel goed onderbouwd verhaal gezien ten aanzien van de normen en een benchmark gezien met andere gemeenten. Maar wat wij als corporaties, ik denk dat we in de wijvorm kunnen spreken, Duke, als dat niet zo is, dan voel je vrij om mij in de reden te vallen. Maar ook naar het autobezit te kijken van onze huidige huurders. Hè. Beatrice gaf het net ook al aan in de bespreking hiervoor. Wij huisvesten voornamelijk huurders met een kleine portemonnee. Het zijn de inkomenscategorieën zijn landelijk in tranches van 20% opgedeeld. En wij huisvesten voornamelijk de eerste en de tweede 20% van de mensen met een laag inkomen. En daar zie je landelijk vooral dat het gemiddelde autobezit per huishouden dan rond een half ligt. En dan kom je natuurlijk niet helemaal weg met een half. Hè. Je moet ook nog wat toerekenen voor bezoekersparkeren. Maar ja, in dat licht komt 1,1 best hoog over. Dan laat ik even de huurwoning, hè, tot 45 meter, waar je dus een norm van 0,6 zou moeten realiseren, even buiten beschouwing. Maar even daarop terugkomend, die norm, ja, biedt een incentive om woningen van tot 45 meter te realiseren om die parkeernorm van 0,6. Wat enerzijds ook een heel goed doel dient. Hè? Want we hebben gewoon een woningtekort in alle delen van het land. Dus als wij minder parkeerplaatsen hoeven te realiseren, kunnen we gewoon meer woningen realiseren en ook een deel van die fysieke ruimte teruggeven aan het groen. Even los ook nog van de financiële opgave, hè, als wij parkeren moeten realiseren. Dus tot zover even mijn toelichting. Hartelijk dank, mevrouw Lunter. Is er misschien nog iemand van de Alliantie die een reactie wil geven? Ja, graag. Mijn naam is Duke Leveling. Ik ben gebiedsontwikkelaar bij de Alliantie en betrokken bij twee projecten in Soest. En in het verleden ook betrokken geweest bij de herziening van de parkeernormen uit 2017. Wat Julia Lunter net aangeeft is inderdaad waar. De Alliantie heeft ook voor eigen huurders een onderzoek gedaan voor al onze woningen in de hele regio. Wat het gemiddeld autobezit is en wat wij zien is dat het inderdaad voor Soest komt het bij ons uit op 0,52. Nou, ik weet niet hoe ver achter de komma we moeten doorrekenen, maar een halve auto per huishouden. En dat is voor de sociale huurders. Dus ik onderschrijf helemaal de woorden van Julia dat de gemiddelde parkeernorm in Soest dan aan de hoge kant is. Dat niet geldt voor die woningen van 45 vierkante meter of tot 45 vierkante meter. Wat we daar natuurlijk wel zien de laatste, kijk, 4-5 jaar geleden toen we ook met die normen bezig waren, toen was dat misschien nog best wel een redelijke oppervlak waarmee je iets kon realiseren. Maar we zien ons de laatste jaren, zeker ook
genoodzaakt om meer ruimte in de woning te realiseren, omdat wij een duurzaamheidsopgave te doen hebben. De cv-ketel die we tot voor kort in de woning konden hangen, was zo uitgespecialiseerd. Dat was gewoon een klein iets geworden. Maar tegenwoordig met de duurzaamheidseisen moeten wij ook gewoon ruimte hebben voor installaties. En dat gaat wel ook af van die 45 vierkante meter. Dus wat hou je over aan realistische leefruimte? Voor ons is die 45 daarom eigenlijk net iets te klein. En ik zag net in de presentatie van Erik Landman dat het ook werd genoemd kamerverhuur. Bij kamerverhuur hebben wij wel echt een ander beeld, want dat is veel meer de tot 20 en 25 vierkante meter, in meer de studio's. En voor ons is 45 vierkante meter geen kamer, maar dat is wel echt een tweekamer appartement, dus een woonkamer en een slaapkamer. Dus dat, even ter aanvulling op het verhaal van Julia. En de opmerking die meneer Witlox net nog maakte over de zorgwoningen, daar denk ik inderdaad van. Ik zie nu bij een van de ontwikkelingen die wij doen, daar zijn wij in gesprek met een zorgpartij die daar studio's van 30 vierkante meter van ons wil afnemen. Dat betekent dat wij voor iedere studio die parkeernorm van 0,6 moeten realiseren, terwijl daar komen te wonen mensen met een verstandelijke beperking die nooit of te nimmer in een auto zullen rijden. Met deze zorgpartij gaan wij een contract aan voor 15 jaar minimaal, met steeds een verlenging van 5 jaar. Ik verwacht, voor die ontwikkeling specifiek, en wij doen natuurlijk vaker ontwikkelingen voor zorgpartijen, wij maken daar langjarige afspraken mee, want anders realiseren wij niet zulke specifieke producten voor die partijen. En ook daarvoor denk ik dat het goed is om toch ook te kijken naar die norm die aan zorgpartijen wordt, of aan zorgwoningen wordt gehangen. En dan gaat het niet om de individuele woningen die waar Odile het ook net over had, want dat, ik kan me voorstellen dat dat anders ligt. Maar als je echt met de zorgpartij in overleg gaat, is het volgens mij, ligt het anders. Hartelijk dank. Voldoende om over te na te denken, lijkt mij zo. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Scholten en daarna aan de heer Pauw. Mevrouw Scholten. Dank u wel. De toelichting van mevrouw Leveling is heel duidelijk. Ik wil hem eigenlijk nog eventjes wat scherper voor mezelf zien te krijgen. Want u geeft aan, u heeft een onderzoek gedaan onder uw huurders naar het autogebruik. En daar blijkt uit dat de gemiddelde, als je daarvan gemiddelde mag spreken, het gemiddelde autogebruik een halve auto is. Is dat ook eventueel nog kwantificeerbaar naar het aantal vierkante meters vloeroppervlak, zodat wij daar eventueel een ranking in kunnen aanbrengen, omdat u ook al aangaf, de appartementen moeten misschien niet geschoten worden door alle apparaten, of hoe ziet u dat als de ideale vorm? Reactie wilt geven. Ja, inderdaad. Ik weet niet zeker of ik de vraag goed begrijp, want bedoelt u nou een onderscheid binnen die halve, dat halve autobezit? Ja, stel u begint met appartementen van 50 vierkante meter, zou u dan ook de norm van een halve auto willen, zeg maar, en ook bij appartementen van 80 vierkante meter of meer? Of zegt u, houdt alles gewoon op een halve auto? Nou, ik kan me best voorstellen dat, ik kan me voorstellen dat er een soort van stapjes in worden gezet. Want over het algemeen realiseren wij niet één type woning op één locatie. Dus het kan best zo. En de ene heeft wel een auto en de ander niet. Dus het kan best zo zijn dat ook hier een soort van deelgebruik is. Dat er een plek wordt gebruikt van iemand. Dat iemand in een kleine woning een auto heeft, maar iemand uit een wat grotere woning niet. En dat het daardoor uitmiddelt. Dus wij zouden zeker voor die klassificatie zijn, maar wat ons betreft zouden, dus ik geloof niet eens, toen ik er vanmiddag ook nog even naar keek, dat die normen per se omlaag moeten, maar ik zou die metrages van die vloeroppervlakte wat willen verhogen. Want dit is wel, en dat werd toen straks ook wel een keer genoemd, voor ons een reden om te zeggen van nou, dan zorgen we dat we net onder die 45 vierkante meter uitkomen. Dus toen ik vanmiddag erover na zat te denken, dacht ik, ja, misschien moeten we wel naar een indeling van voor die kamer verhuur, dat we zeggen van nou, we gaan naar die 35 vierkante meter. En dat er dan een indeling komt van 35 naar 60 of zo. En dan 60, 75 en groter dan 75. Dan heb je wat meer stapjes en kun je daar een norm aan hangen.
Hartelijk dank u. Mooi benadering. Dank u. Ik heb wel wat dingetjes op papier, maar of ik nou hier mijn hele schemaatje, mijn denkschema moet delen, weet ik ook niet. Maar er zit wel een hele gedachtegang achter. Dank u wel. Met een schuin blik op de klok neem ik snel een stapje richting de volgende vragensteller. Dat is de heer Pauw. Ja, dank u wel, voorzitter. De insteek is eigenlijk om te proberen meer ruimte te krijgen voor sociale woningbouw door te helpen met de parkeernorm naar beneden te brengen. Kunt u mij, als tenminste de wooncorporatie vraag ik dat, aangeven wat normaal regulier is, gewoon in de landen? Er worden wel cijfers aangegeven, maar ik wil graag op een gegeven moment iets. Die staffeling die er nu is, is misschien wat te ingewikkeld. Dus dat je wat globaler moet gaan werken. En dan wil ik in ieder geval wel aangeven dat de bestaande sociale woningen nu niet kunnen aangepast worden. Die kan je niet gaan inzetten. Is daar een richtlijn in te geven? Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Korteman misschien van Portaal of mevrouw Lunter van Portaal of iemand van Alliantie, mevrouw Leveling nog een keer. Het is een moeilijke vraag. Het is een moeilijke vraag. Dat is eigenlijk meteen het antwoord. Er is in de landen, het is afhankelijk van de stedelijkingsraad, van de bereikbaarheid met openbaar vervoer, van een heleboel factoren. Dus ik vind het lastig om een algemeenheid in de landen te geven. Dat is eigenlijk het enige antwoord. Ik denk dat niet kan. En dat is het vak van meneer Landman. Dus met alle respect voor hem. Een globaal cijfer is niet te geven. Misschien wil de heer Landman nog een aanvulling geven? Of, Nee, ik deel dat. Helemaal mee eens. Dat is ook wat ik net probeerde aan te geven. Vanuit die kengetallen, die de verstedelijkheidsgraad zit daaronder. Dat is een van de belangrijke dingen inderdaad. Hoeveel openbaar vervoer is er? Hoeveel fiets is er? Maar ook wel parkeerbeleid voor jezelf naast de parkeernood. Hè? Zijn we autovriendelijk of willen we de auto wat meer inperken met andere maatregelen? Daar gaat natuurlijk het hele mobiliteitsbeleid ook over van de gemeente. Hartelijk dank. Ik zie dat wij weer teruggaan naar de heer Witloks. U heeft nog een vraag. Ja, overigens heel erg bedankt met de toelichting van de corporaties, want dat sterkt me gegeven. Kijk, als nou blijkt dat je maar dat al je huurders naar 0,5 hebben of 0,52, dan zitten wij met die 1,1 toch eigenlijk wel aan het dubbele. En als ik dan denk aan die verstandige gehandicapten die nooit een auto zullen rijden, maar daar toch 0,5 op losgelaten wordt, dan denk ik dan is er toch iets mis in onze berekening, in onze normen. Dus het zou mij heel wat waard zijn als we daar in ieder geval de komende maanden, sorry, wat aan kunnen doen. Dan heb ik nog wel een opmerking die we gemaakt hebben met het fractievoorzittersoverleg. Volgens mij zouden we naar een drietal projecten kijken, om te kijken of daar maatwerk is. Ik kan me in ieder geval nog herinneren dat we dat ook genoemd hebben toen die bespreking hadden. En dat geldt voor de projecten, ja, Groot-Engendal, dat is denk ik waar u op doet, mevrouw van de Alliantie, hè? Dat is dat verstandig gehandicaptenproject, zeg maar. En het tweede was Orlando. Dat zijn eigenlijk de zorgwoningen die gebouwd gaan worden aan het bestaande complex. En waar misschien ook wel mensen zullen komen wonen die eigenlijk nooit meer in een auto rijden. En het derde was het nieuwbouwproject van Advisie. Dus ik zou dat nog een keer willen benadrukken. Als ik denk ook even aan de collega's die dat we het over dat maatwerk voor die drie projecten hebben gehad. Dan zou ik dat graag in die notitie opgenomen willen zien. Want dat geeft ons de mogelijkheid om ons ook om met die drie projecten wat meer te oefenen. Voorzitter, zou ik daar mogen reageren? Jazeker, ik geef u het woord, mevrouw de Man. Dank u wel. Meneer Witloks, u had het net over de WLZ. En dat soort, laten we zeggen, gebouwde complexen specifiek voor een bepaalde zorgfunctie, die krijgen natuurlijk gewoon de maatschappelijke bestemming en daar worden de parkeernormen voor zorgwoningen aan gekoppeld. En die zijn gebaseerd op de ouderwetse verpleegzorg. En daar gaat het inderdaad over, ja,
er zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen die daar gebruik van maken. En bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net noemde aan de Molenstraat, dementerende ouderen, echt zorg. En de meeste parkeerplaatsen die daarachter liggen, die waren gedeeltelijk voor de tuintjes, de volkstuintjes. En ook nog een gedeelte als compensatie voor de parkeerplaatsen van de buurt. Dus dan heeft u een beetje wellicht daar een beeld bij. Adviesiekantoor ben ik toevallig ook bij betrokken. Ja, dat is een bepaalde parkeernorm waar de discussie intern ambtelijk over gaat. Dat mag u weten, dat wij inderdaad kijken van wat is een minimale omvang van een bepaald appartement en wanneer dat nog acceptabel is. Maar dat is meer een stedenbouwkundige wonen discussie dan dat die parkeernorm eraan gekoppeld is. En dat is iets wat opgepakt wordt in het kader van ook het uitwerking van het masterplan wonen. Daar zijn wij nog niet, laat ik het zo zeggen. Maar wij hebben dat in dat fractievoorzitter, hebben wij deze drie projecten juist genoemd als de moeite waard om te kijken of daar wat mee zou kunnen gebeuren. Dus ik ben in de verwachting, of was in de verwachting, of ben nog in de verwachting, dat daar ook met die drie projecten, en we hebben het ook over Orlando gehad, dat ik daar dan straks in die notitie toch wel wat van terugziet, specifiek. En over bij adviesie speelde ook nog die parkeergarage, die al dan niet voor een bepaald deel zou worden. Maar ik wil niet in detail treden, hoor. Dus het was nog wat ingewikkelder dan we het nu net even beschouwen. Ik denk dat de heer Landman nog even het woord wil om nog verder in te gaan op deze vraag. De heer Landman. Ja, ik denk dat we daar ook op terugkomen voor een deel nog. Deze was niet scherp overgekomen, dus volgens mij komen we in die specifieke projecten kunnen we daar nog prima op terugkomen om daar wat verduidelijking in te geven. Dan nog heel even terug naar het punt wat hiervoor gemaakt is, natuurlijk autobezit. Autobezit is geen parkeernorm. Dus dat is, we bouwen parkeerplaatsen bij een verzorgingshuis, niet voor de bewoners. Dus in de zorg bouwen we die parkeerplaatsen voor het personeel en voor mensen die daar op bezoek komen en voor niemand anders. Dus die norm die landelijk vanuit die CROW komt van 0,6 bij een verzorgingshuis, komt dus niet voort uit dat die mensen met een verstandelijke beperking geen auto rijden. En in die redeneerlijn zouden we daar geen parkeerplaatsen bij zorgvoorzieningen hoeven aan te leggen. En dat is ook een beetje in het verlengde natuurlijk van hetgeen wat net vanuit de woningcorporaties aangeeft om er kort nog op te reageren. Ook daar gaat het over autobezit. Het bezit onder de bewoners is 0,5, maar ze nemen wel degelijk die busjes mee waar we het net al over hadden, die in overheid staan van hun werkgever of op andere manieren dat er auto's staan, ook bezoekers. Dus we moeten daar goed naar kijken en ik wil heel graag samen met de Alliantie naar die staffel kijken. Dus dat aanbod, dat we dat binnenkort nog doen om dat goed mee te kunnen nemen, ook in de stukken die u in oktober krijgt. Hartelijk dank. Wordt vervolgd, zo te horen. U hoort net de heer Landman zeggen, wij gaan natuurlijk verder met het proces en dan komt het op 7 oktober in de Openierende Raad. Dan wil ik u gezien het tijdstip ook hartelijk danken voor de presentaties, uw vragen en input. En dan wens ik u nog een fijne avond. Hartelijk dank.